Dames en heren, welkom. We hebben een beetje bijzondere procedure vandaag. En dat komt omdat we de commissievergadering, vorige week was het geloof ik, vanwege de weeromstandigheden niet door hebben laten gaan. Daardoor hebben we vandaag wel de mogelijkheid gecreëerd voor mensen om in te spreken. Normaal gesproken is dat bij een commissievergadering alleen maar bij een commissievergadering. We vonden dat op dit moment ongepast. Ik snap dat u naar mij luistert rechtstreeks, meneer Gouret, en via het apparaat. Dan hoort u mij twee keer. En wie wil dat niet? Ja. Is hij weer aan boord? Oké, dus dat is het bijzondere. Daardoor zitten we met een volle agenda. Maar even kijken hoe die gaat lopen, dat zien we wel. Meneer Wildfank heeft zich afgemeld. Er is nog iets anders bijzonders vandaag. Dat is de eerste vergadering weer van meneer Westerman. Na een hele tijd. Welkom terug. En u wilde graag even iets zeggen tegen ons. Ik wil u graag die mogelijkheid bieden. Meneer Westerman. Dank u wel, voorzitter. Ja, beste Allen. Ik zeg het eenmaal op mijn eigen manier. Ik zeg gewoon mooi. Hier ben ik weer. Hier ben ik hem weer. Ja, mensen, het gaat zoals het gaat. Ofwel in het ABN, het algemeen beschaafd nieuw leuzens. Het giet zoals giet. En als het niet giet, dan wel top. In het leven zijn er dingen die je gebeuren en of overkomen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 sta je op de lijst als nummer 13. Jawel, wat mijn eigen keus was. Dan kan het gebeuren dat je met voorkeurstemmen wordt gekozen. Iets waar je niet direct op had gerekend. Je gaat de uitdaging aan en hoopt een steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Dalfsen. Maar dan laat de gezondheid je in de steek. En helaas moet je noodgedwongen je plaats opgeven in de raad. Zo'n afscheid had je niet gewild. En verliep, trouwens ook op mijn eigen verzoek, zonder tromgeroffel. Dan krijg je opeens een kans om voor even, let wel voor even, weer terug te keren in de raad. Deze keuze heb ik voor mezelf gemaakt en hoop op een afscheid zoals dat straks normaal gaat in maart 2018. Ik heb niet de intentie om na de verkiezingen weer terug te keren. Ik sta er ook zeker niet weer op nummer 13 op de lijst. Dat is voor zeker. Tot slot een paar regels van de lied van Daniel Logus. Wel bekend, denk ik. Streektaalzanger. Elk mens heeft zijn kruis te dragen. Op zich zijn die kruisen precies allemaal hem groot. Het verschil is, de ene even van piepskum en de ander even van lood. Dank u wel. Meneer Westerman, ik heb het allemaal verstaan. Goed zo. welkom terug. En daarmee is agenda punt 1 geweest. En ga ik naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Twee aanmeldingen ontvangen. Meneer Oosterveen, over het onderwerp nul optiebeleid coffeeshops. U kent de procedure. Geachte dames en heren, ik sta hier in verband met de recente bekendmaking van het WODC over ongewenste invloed vanuit de politiek op de onderzoeksvragen en de conclusies van onderzoeken. Zo ook de onderzoek omtrent cannabis en coffeeshops. Voormalig burgemeester Dekla gaf aan in Nieuwsuur dat dit een klap in het gezicht was van zowel voor- als tegenstanders. Zo had ik het zelf nog nooit bekeken, maar inderdaad. Ook tegenstanders, zoals ook in deze raad, hebben gehandeld met een schoon geweten. Echter, wat nu? Ikzelf heb deze raad om menig onderzoeken toegezonden die bijvoorbeeld aantonen dat cannabis neurogenese veroorzaakt, de aanmaak van nieuwe hersencellen. Dit als tegenargument op de claim dat cannabis hersenschade zou veroorzaken. Dus wat nu? Is deze raad bereid om nog eens kritisch te gaan kijken naar dit onderwerp? En naar de door de raad gebruikte onderzoeken om eventueel het nulbeleid alsnog te wijzigen. Dank u wel, meneer Oosterveen. Ik kijk even rond of er nog aanvullende vragen zijn die mensen u willen stellen. Ja, ik heb één vraag, voorzitter. Meneer Nijberg, ChristenUnie. U heeft het over het WODC, maar er zijn natuurlijk veel en veel meer onderzoeken. Dat wil toch niet zeggen dat alle onderzoeken nu van tafel moeten omdat ze slecht zijn? Voormalig burgemeester Deeplat in Nieuws aangeven dat dat eigenlijk wel het geval is. Omdat deze schending door de politiek in Den Haag eigenlijk alle
gevestigde onderzoeksbureaus in een kwaad daglicht stellen. Dus ja, er zou eigenlijk heel kritisch moeten worden gekeken naar alle bestaande onderzoeken van officiële onderzoeksbureaus. Oké. Okay. Andere nog dat vragen laatste, dan eigenlijk? Daar denk ik iets anders over, maar ik denk juist dat het zo is dat als één onderzoek niet goed is, dat wil niet zeggen dat alle onderzoeken slecht zijn. Eens, en daarom geef ik aan dat er kritisch naar moet worden gekeken. Want ik had ook onderzoeken opgestuurd. En die onderzoeken, dat zijn naar mijn mening gewoon goede, onderbouwde onderzoeken. Allemaal onafhankelijk door diverse wetenschappers. Dus ja, er zijn zeker onderzoeken en onderzoeksbureaus die degelijk zijn. Maar er moet kritisch naar worden gekeken. Vooral in Nederland en met de door Nederland gebruikte onderzoeksbureaus. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Royakkers, D66. Ik ben het in het algemeen met het standpunt eens dat we altijd kritisch moeten kijken naar alle onderzoeken. Dank u wel. Meneer Oosterveen, dat waren de reacties uit de raad. Dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik naar mevrouw Berghuis. Ik had u al gezien. Ja, daar bent u. Doet u vooral rustig aan. Mevrouw Berghuis over het onderwerp bomen, onderhoud en kampeerplaatsen. Mevrouw Berghuis, wilt u even het knopje indrukken? Dan kunnen we ook verstaan. Zo beter. Bomen bijplanten. Vanaf de GNS tot aan de Hessenweg, 13 stuks. Rondweg van afslag Wannenstraat tot aan het fietspad, 2 stuks. De Dedemsweg en diverse plaatsen. Er zijn in de gemeente diverse bomenrijen waar tussenuit bomen zijn gehaald, maar die niet opnieuw ingeplant worden, terwijl de boomafstand daar relatief gezien veel te groot is. Dan het onderhoud van de Papenallee. Dat is de weg, de zandweg van de, vanaf de Poppenallee naar de Emmerschool. Bijstrooien van het fijnachtige grind van de roze kleur. Dat wordt door de regen namelijk naar de zijkanten gespoeld, zodat er gaten ontstaan en zodat ook de ondergrond, zoals de verharding die daar aangebracht is, zichtbaar wordt. En dat geldt ook voor het voetpad aan het eind van de Emmerweg naar de richting Oudevechtsteeg. Daar geldt dat ook voor. Bovendien is het zo dat ik wandel daar 2 of 3 keer per dag en het voetpad wordt steeds smaller door de aangroeiende graszoden en dergelijke. Dat. Dan verder de camperplaats bij het station. Regelmatig staan er campers die langer staan dan toegestaan. Wie doet er controle? Meer campers dan toegestaan plaatsen gebeurt ook regelmatig. Verder is het vanaf de Poppenallee, vanaf dus Wietem, een armoedig aanzicht. Geen reclame voor het dorp. Voorstel, beplanting. Het ziet er bijna uit als een woonwagenkampgezicht, als je dat ziet. En verder, wat is het aantal bomen dat gekapt wordt door de gemeente Dalfsen? En hoeveel worden er weer ingeplant? Dat gaat over de hele gemeente, niet alleen over het dorp Dalfsen en buitengebied. Bellingerweer. Een voorstel, bloemvriendelijk maken met wilde bloemenmix. Alleen op plekken waar het kan. En ook jaarlijks bijstrooien. Belangrijk, bijen zijn er blij mee. Want de gemeente Zwolle heeft namelijk in de bermstroken hebben ze van die gemengde grassoorten waar klaprozen en wat zit er nog meer, korenbloemen in zitten, ingestrooid. Maar daar wordt verder niet meer naar gekeken, dus je krijgt een soort verwildering en dat ziet er niet uit. Verder, de bomen langs de Dedemsweg zijn niet volledig meer in de rij, kunnen ook bijgeplant worden. Opvallend in het dorp is, dat is een ander punt, veel tuinen worden voorzien van bestrating. Dit is slecht voor de afvoer van het regenwater die in het riool uitstroomt. Een voorstel zou kunnen zijn voor afkoppeling van het hemelwater in bijvoorbeeld opslag in reservoirs die eventueel gebruikt zouden kunnen worden voor wc of verzorging van groen in de tuinen.
biedt eventueel een subsidie aan voor mensen die een krappe beurs hebben. Sommige dorpen heffen nu al een boete voor het feit dat je het hemelwater gewoon in het riool laat lopen. Want dat is helemaal niet nodig. Dat was het, maar dan had ik nog iets wat ik niet heb opgeschreven. Die historische kring Dalfsen en misschien Nieuw-Leuzen zouden het misschien heel erg op prijs stellen als er een mogelijkheid geboden wordt om in het gemeentehuis weer een vitrinekast te hebben met waarschijnlijk daar wat informatie en af en toe een expositie die dan iedere keer veranderd kan worden. Dat is ook een soort promotie voor de gemeente weer. Dat was het. Verder heb ik, oh ja, er was nog iets. Bij die camperplaatsen heb ik een berekening gemaakt van de gemist toeristenbelasting. Het is op het ogenblik 85 cent per persoon per nacht. Als je dat 7 keer doet dan, en je blijft een 7 keer, dan kom je op €5,95 per week. Dan kom je op 2 personen op €11,90. Gezien per week totaal €59,50. Gemiddeld 26 weken per jaar. Vermenigvuldig dat, dan kom je op €1,547, wat de gemeente mist aan toeristenbelasting. Jammer, want dat geld zou eventueel besteed kunnen worden aan misschien bomen planten of onderhoud van wat ook ten goede komt aan de toeristen. Het is een suggestie. Verder hartelijk dank voor het aanhoren. Ik wil niet iemand zijn die altijd kritiek heeft. Het is meer aanbevelen. En nou ja, het zou prettig zijn als daar meer aandacht voor geschonken wordt voor dit soort van dingen die in de gemeente spelen. Het zijn misschien kleine dingen in de ogen van een hoop mensen, maar het maakt wel verschil in het aanzicht. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Berghuis. En we beschouwen het als een aanmoediging. Er zijn verschillende dingen geraakt. Bomen, onderhoud en op de laatste ook nog een keer een vitrine en de vergoeding voor de camperplaatsen. Ik pak het even zo uit mijn hoofd. Ik kijk even rond in de raad. Meneer Jutte, gemeente. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Berghuis, behoorlijk betoog met leuke ideeën en wat er nog mist in de gemeente. Eén ding, in mijn portefeuille wil ik even zeggen dat voor het afkoppelen van regenwater, er bestaan subsidies hier. Als er dan mensen bij het loket in de gemeente komen, er zijn mogelijkheden om daar subsidie voor te ontvangen. Het spijt me, ik versta u niet, want ik ben aan één kant doof. Dus ik versta niet wat u zegt, helaas. De heer Jutte zei dat er, als het gaat om water afkoppelen, er subsidiemogelijkheden zijn. Ja. Dus daar kunnen mensen gebruik van maken. Dat is wat je aangaf. Maar goed, dat moet dan eens misschien duidelijker in de gemeente nog eens een keer gecommuniceerd worden. Orde, dat denk ik. Oké. Anderen nog? Kijk even rond. Ja. Misschien is de aankleding van de camperplaats misschien nog een onderwerp. Meneer Lochtenberg, hij mag zelf het onderwerp kiezen, vind ik. Nou, ik wil het algemeen houden, mevrouw Berghuis. Ja. Ik wil in ieder geval danken voor uw inbreng. U verwoordt wat heel veel mensen, denk ik, vaak wel denken. Maar u hebt de moed om het ook eens gewoon aan ons kraakhelder uit te leggen. Daarvoor dank. Dank u wel. Dat was uw aanmoediging dan. Hè? U heeft ons aangemoedigd. Krijgt een aanmoediging terug. Wij gaan nu naar agenda punt 3. En dat is de vragenronde. Beste collega's, we hebben 7 vragen hebben we ontvangen. Die gaan we inhoudelijk heel goed behandelen. Maar ik vraag wel enige discipline. Dan hebben we de eerste vraag, die gaat over het rentepercentage sociale kredieten. En dan hebben zowel mevrouw Kappert als mevrouw Rameman hebben daar een vraag over. En de heer Wildvank heeft ook een vraag gesteld, schriftelijk. Maar hij is er niet. En je kunt geen vraag stellen als je er niet bent. Maar omdat hij toevallig dezelfde vraag heeft gesteld als u stelt, krijg je toch een antwoord. Ja. Zo ongeveer werkt die. Mevrouw Hamerman, mag ik met u beginnen? Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft afgelopen periode diverse keren aandacht gevraagd voor het armoedebeleid. Dit is binnen de gemeente Dalfsen serieus opgepakt. Onder andere door het recent besproken beleidsplan 0 tot 18. Iedereen doet mee. Het verbaast ons dan dat we uit de pers moeten vernemen dat onze gemeente in het rijtje staat van gemeenten die een hoog rentepercentage vragen voor sociale kredieten. Als je hier wat verder zoekt op het internet, dan lees je wel een onderbouwing.
dat er door de gemeente eerst gekeken wordt naar andere oplossingen, zoals het noodfonds van de heer Vrijling Stichting. Hierdoor wordt er weinig tot geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het GKB-krediet af te sluiten. Maar dan toch wat vragen. Klopt het dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt? En als er dan zo weinig gebruik van wordt gemaakt, waarom is dan het rentepercentage zo hoog? En bent u het met ons eens dat dit percentage voor dit kleine aantal schrijnende gevallen dan omlaag moet? En als het dan zo is, wilt u ons dan op de hoogte houden? Dank u wel, mevrouw Rameman. Vindt u het goed dat ik gelijk naar mevrouw Kappert toe ga, die over hetzelfde vraag ook een, hetzelfde onderwerp ook een aantal vragen heeft? Mevrouw Kappert, gemeenteplan. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het sluit aan bij wat mevrouw Rameman al vroeg daarnet. Via verschillende media, en dan heb ik het over Kassa, het VO's, de Stentor, hebben wij dit weekend vernomen dat de gemeente Dalfsen een rentetarief van 14% zou hanteren op sociale kredieten. Deze worden verstrekt aan een financieel zeer kwetsbare groep. En daarover een paar vragen. Klopt het dat Dalfsen het maximale tarief hanteert? En zo ja, om welke reden? En de derde vraag is, wie stelt deze tarieven vast? Want ik kon dat niet terugvinden. Dank u wel. Vragen zijn helder. Mag ik naar wethouder Uitslag? Zeker. Ik heb behoefte aan om het even iets algemene in te leiden. En dan komen de antwoorden, de verschillende vragen en de antwoorden daarop vanzelf langs. Hoe hebben we het hier in Dalfsen georganiseerd? Wanneer inwoners met de schuldenproblematiek of dreigende schuldenproblematiek zich melden bij ons, dan vindt een eerste gesprek plaats door een consulent hulp, schuldhulpverlening. En daarbij zoeken we naar een goede oplossing. In dat gesprek wordt ook bekeken of de gemeentelijke kredietbank wordt ingezet. Want de gemeente heeft een contract met de gemeentelijke kredietbank, maar dan gaat het wel alleen over schuldhulpverlening. En de sociale kredietverstrekking, waar het hier over gaat, valt buiten het contract. We hebben dus ook geen connectie met de kredietbank op dat gebied. Geen formele connectie. De kredietbank biedt zelf aan inwoners uit haar werkgebied de mogelijkheid om onder voorwaarden een sociaal krediet af te sluiten. En de gemeente Dalfsen valt in het werkgebied van de GKB. De kredietbank, de gemeentelijke kredietbank, die stelt de tarieven zelf vast. Ze hanteren hierbij een percentage, wat volgens een bepaalde staffel verloopt. Die varieert dus van 6,9% tot 14% en dat is het percentage wat de media gehaald heeft. De rentepercentage is overigens voor elke inwoner hetzelfde. Wij gaan als Dalfsen daar niet zelf over. Ik was mezelf niet eens bewust van de hoogte van de tarieven. Toen Kassa bezig was met het onderzoek naar de voor de rapportage die ze gedaan hebben, kwam ze ook bij ons met een informatievraag. En toen dus dit percentage op tafel kwam, ben ik geschrokken. En eigenlijk, als ik de vragenstellers hoor, en zij ook. Want het percentage van 14%, dat doet denken aan tarieven als postorderbedrijven, als bedrijven waar je op de pof kunt kopen en vervolgens door in de problemen geraakt. Net zoals een heleboel cliënten juist van de sociale kredietbank en van de gemeentelijke kredietbank zouden zijn. En dat is op het eerste oog niet erg sociaal. We hebben naar aanleiding van de ontdekking van die hoogte van de percentages ook contact gezocht met een kredietbank. En een gesprek gemaakt, een afspraak gemaakt voor een gesprek. Dat heb ik aankomende donderdag. En u kunt van mij op aan dat het hoogte van het rentepercentage daarbij zeker aan bod komt. We gaan natuurlijk ook verder onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn waarbij we ook andere aanbieders zouden kunnen verkennen. Zodat we inwoners daarnaar kunnen doorverwijzen. Dus als we al iets doen, dan verwijzen we slechts. En als het al is, hebben we daar wel een voorkeursvariant. We willen graag in de lead komen bij elke kredietaanvraag. Dus als mensen bij de kredietbank komen en die hebben een vraag om geld, laten ze dan alsjeblieft eerst bij de gemeente komen, zodat we ook kunnen kijken of we ze kunnen helpen. Of welke manier ze kunnen helpen, of er andere manieren zijn. Dat Vrijlingfonds wordt al genoemd, maar misschien ook al via bijzondere bijstand. Er zijn zoveel andere mogelijkheden waarbij de kredietbank eigenlijk wel het laatste remmiddel is. Ik heb wel gehoord van de kredietbank dat erg moeilijk is, omdat volgens de
Want dan komt er weer de wet van de privacy, die gegevens niet mogen worden doorgegeven. Nou, dus ook donderdag ga ik spreken met hoe dat dan kunnen realiseren. Als mensen toestemming geven, dan mag namelijk weer wel. Nou, ik heb donderdag heel wat te bespreken dus. Op dit moment zijn er 8 inwoners, huishoudens uit onze gemeente die een sociaal krediet hebben afgesloten. De looptijd is gemiddeld 3 jaar. Hè, dus dat wil niet allemaal zeggen dat het afgelopen jaar die 8 de lening is aangegaan. En ik heb ook nog even gevraagd wat hoeveel aanvragen er binnenkomen per jaar. Nou, dat hebben ze me van weten te vertellen dat gemiddeld 50% van de kredietaanvragen wordt afgewezen. Dus kun je zo ongeveer een beeld vormen. Dus we praten niet over heel veel Dalfsenaren. En wat ons betreft wordt dat dan nog minder. Dank u wel. Ik weet niet of u alle vragen beantwoord heeft. En misschien heb ik ook niet goed opgelet. Maar dat zullen de vragenstellers ongetwijfeld wel gedaan hebben. Ik heb één vraag. Wie stelde nou, want dat was de vraag van mevrouw Kappert, wie stelde nou het rentepercentage vast? Ja, daar heb ik echt antwoord. Ik zei al, ligt aan mij. De gemeentelijke kredietbank stelt zelf die percentages vast. Dus een externe partij en die doen het zelf. En die stellen dus andere percentages vast voor Dalfsen dan voor Zwolle? Nee. Zwolle heeft een eigen regeling. Ja, die bepalen zelf natuurlijk wat ze doen. Apeldoorn heeft een eigen regeling. Om Hardenberg, de inwoners daarvan, nog wel gebruik maken van de GKB. En ik heb het te maken met zelf tarieven. Oké, nou, dan snap ik het. Excuus, lag helemaal aan mij. Mevrouw Kappert. Ja, dat was eigenlijk ook mijn aanvullende vraag. Omdat in Rotterdam is bijvoorbeeld 2,1% die denkt, nou, dat is nogal een verschil. Hoe kan dat dan? Maar eigenlijk heb je daar nu dan net... Heeft u daar net al antwoord op gegeven? Door te zeggen dat iedereen zijn eigen aanbieder kiest. Nou, dit is een bank, een kredietbank, die een product aanbiedt. En dat is elke bank dat doet, klaarblijkelijk. Rotterdam, maar ook Zwolle, hebben ervoor gekozen om het helemaal zelf te doen. En het kan maar zijn dat die ook de uren daarvan niet doorrekenen aan het product, hè, en daarmee ook niet zo goedkoper zijn. Maar dat onderzoek is me te kort dag geweest om dat in me uit te zoeken. Maar ja, het is wel een van de elementen die we mee gaan nemen in de verkenning waar de beste sociale kredieten te verkrijgen zijn. Mochten die nodig zijn, hè, want eigenlijk wil ik daar misschien wel helemaal niet komen. Mevrouw Ramerman, nog. Ja, even 2 aanvullende vragen. Want ik hoor dus dat de gemeente het zelf gaat doen. Heeft onze gemeente ook overwogen om het zelf te gaan doen? Of wordt dat nu overwogen? En een tweede vraag... Wat gaan we eraan doen? Kunnen we dat percentage omlaag krijgen? Of, want ik vind 14% wel erg veel. Dus ik zou graag willen dat na het gesprek de wethouder hierop terugkomt bij ons. Mevrouw Ramerman stelt een vraag en vraagt ook om een toezegging. Ja, zoals gezegd, wij gaan niet over die hoogte van het percentage. Dat wordt voor het hele werkgebied vastgesteld door de aanbieder. En ik denk niet dat zij genegen zijn om voor het hele werkgebied, behalve Dalfsen, een tarief vast te stellen en voor Dalfsen een apart tarief. He, dus ik verwacht niet, ik ga natuurlijk wel een pleidooi doen, dat ze een generieke tarief omlaag trekken. Dat zou kunnen. Maar uw andere vraag, gaan we als Dalfsen dit zelf oplossen? Ik praat hier over toch wel een heel beperkt aantal mensen waar dat gebruik van maakt. 2-3 per jaar, verwacht ik. He, als ik zo gewoon naar die 8 kijk, daar is de vraag of we daar een hele regeling voor om overtuigen. Of dat we het niet veel beter in het kader van de transformatie gedacht hebben, waar we pas die kaartnota hebben vastgesteld. En is naar het totale pakket aan problemen kijken. En misschien is dan deze sociale kredieten zijn er niet eens meer nodig. En eigenlijk wil ik daar natuurlijk naar een goede oplossing. Waarmee het rentepercentage dat niet de belemmerende factor is, maar we een totaal product kunnen aanbieden. Meneer Kleinkoerkamp, gemeentebelang. Ja, u geeft al een klein beetje een antwoord. Want u gaf in uw vorige antwoord ook aan dat 50% van de aanvragen afgewezen worden. Als ik dan ons motto hier in de gemeenteraad zeg dat niemand tussen het wal en het schip mag vallen. Wat gebeurt er dan met die 50%? Waar ongetwijfeld ook Dalfsenaren bij zitten. Ja, die informatie heb ik niet. Ik zei gemiddeld 50%. En nou ja, het is een echt groot gebied. Valt niemand tussen wal en schip. Is ons streven. Als ze hier aan de deur komen, dan kunnen ze helpen. Maar als bij een heel andere instantie die ze ook niet eens doorverwijzen naar ons, niet eens de gegevens mag geven, dan kan ik daar niet zo heel veel aan doen. Ik weet het niet. En ik krijg de gegevens ook niet. Dus, maar ik onderstreep uw streven, niet om tussen het wal en schip. Wat overigens niet gezegd wordt, als je geen sociaal krediet
krijgt, dat je tussen het wal of het schip raakt. Mevrouw Ramerman heeft u gevraagd of u haar wil informeren over de uitkomst van die gesprekken. Ja, ik wil best terugkomen naar een van de gesprekken. Dat doe ik wel schriftelijk dan. Dan moet even kijken, want het is natuurlijk wel een bestuurlijk overleg waar we niet gebruikelijk hebben om daar in openbaarheid verslag over te doen. Ja, dat begrijp ik. Maar als ik, wethouder, dan moet u ook vooral respecteren. Maar als ik de gevoelens van de Raad een beetje peil, dan vinden ze het een beetje naar, die 14%. Dus misschien als u de Raad iets zou kunnen, in tweede instantie iets zou kunnen duiden over hoe groot het probleem echt is, en dan zou ik het op prijs stellen. Dat kan schriftelijk, natuurlijk. Ja, maar het zijn er 8, hè. En die 8 zijn er te veel. En percentage is misschien te hoog. Ja, ik ga in gesprek. Maar dat is ook alles wat ik kan doen. Ik kan ook niet naar de Jumbo gaan om te zeggen dat de prijs omlaag moet. Ik bedoel, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Mensen zijn vrij om daarheen te gaan. We kunnen ze zelfs niet eens verbieden. Misschien was dat de oplossing geweest. Ik kan het niet eens doen. Er zijn meerdere kredietbanken. Er is ook een Nederlands kredietbank. Er is ook een kredietbank Oostelijke Gemeente of zo heet die. Dus ook mensen kunnen daar zelf een keuze uit maken. Alleen ik kan dan niet op één van de aanbieders op afstappen. Van, ja, jongen, u heeft veel te hoog percentage. Het is dus pertinent niet waar, zoals Kassa suggereert, dat wij als gemeente Dalfsen dat percentage hanteren. Dat is niet aan de orde. Helder. Niet ons percentage, maar van de bank. Mevrouw Kappel, tot slot, vindt u dat goed? Want dan nu, door wat u nu zegt, wordt het voor mij toch weer minder duidelijk. Want begrijp ik het goed als u zegt dat mensen dus zelf kiezen om naar die GKB te gaan en dat het niet is omdat er een contract is van de gemeente Dalfsen met de GKB? Nou, er is een verschil. Wat ik aan het begin aangaf. We hebben een contract voor schuldhulpverlening, schuldbemiddeling. Dat is één, dat zijn werkzaamheden. En er is ook sociale kredieten die mensen kunnen aanvragen. En dat is een ander product. En de laatste, daar hebben we geen contract over afgesloten. Dus daar zijn mensen vrij om te gaan waar ze willen. Waar ze, enzovoort. Voor het eerste deel, daar hebben we ook gesprek over donderdag. Maar voor het tweede deel ga ik het zeker over hebben. Hoewel ik daar geen contract heb en geen formele positie. Helder. Meneer Royakkers, even nabranden. En volgens mij wilde mevrouw Ramerman ook nog iets zeggen, of niet? Nee, u bent klaar. Meneer Royakkers. Om te beginnen hoef ik me nu kennelijk niet te schamen dat ik dat niet wist van die 14%, want de wethouder wist het ook niet. Maar nog een verduidelijkende vraag. Die schulphulpverlening, waar we een contract voor hebben, als de mensen daar naartoe gaan en ze gaan bij dezelfde instantie een lening aan, betalen ze dan die 14%? Is dat het punt? Dus ik zou zeggen, dan heeft de gemeente toch wel een taak, want we sturen ze naar die schulphulpverlening waarmee we een contract hebben. Nou ja, we hebben daar toch een contract mee. Dat is toch onze contractpartner voor de schulphulpverlening. Ja, zo zie ik het dan. Ja, maar misschien dat ik het dan niet kan begrijpen. Dat is andere. De inhoud van die activiteiten is anders. Dus het begeleiden van mensen, het zorgen dat schulden gesaneerd worden. Hè. Dus het is echt een heel andere tak van sport. En daarnaast bieden ze ook kredieten aan. En wat ze daarmee doen. Nogmaals, ik ga het er met ze over hebben. Maar ik kan ze ook weer niet verbieden om dat te gaan doen omdat wij een contract met ze hebben of zo. Dat is natuurlijk ook het raar verhaal. Ja, maar soms heb je natuurlijk, word je ergens naartoe gestuurd. En dan is het logisch, dat is een ander product van dezelfde organisatie. Een soort koppelverkoop kan het zijn. Dus ik zou er toch goed op letten. Ik denk dat we. Ik heb een gesprek donderdag hierover. En, juist om die reden. Ja, precies om die reden. En de waarschuwende woorden van de heer Royakkers zult u in uw achterhoofd meenemen. Dan ga ik naar mevrouw Schiphorst, CDA, over de route van de buurtbus. En de route niet alleen. Want per 1 december is de route van de buurtbus gewijzigd. De buurtbus Vechtdal. En het was niet langer verantwoord voor de vrijwillige chauffeurs om met name 's ochtends en 's avonds in de spits onder enorme tijdsdruk te moeten rijden. En dat is een goed uitgangspunt, vinden wij. Maar helaas, door de wijzigingen ontstaat een ander onveilig knelpunt, waarin de veiligheid van de buurtbus en de reizigers ernstig in het geding is. Ons uitgangspunt is, veiligheid gaat voor snelheid. En we zijn heel blij met de buurtbus en dat blijkt ook uit de vele reizigers. Het is een succes. En daarover alleen maar lof.
Maar de halte bij de kerk in Oud-Leuzen is opgeheven en is verplaatst naar de kruising Dennekamp-Spiegelstraat. Op die plek is onvoldoende ruimte om veilig te stoppen, om veilig in te stappen of veilig uit te stappen. Er rijdt veel verkeer uit het buitengebied via de Dennekamp richting de N340, naar Zwolle, naar Hardenberg of naar Raalte. En daarbij is het een druk kruispunt voor basisschoolkinderen. En daarover is zelfs in samenwerking met de school, verkeersouders, gemeente, politie, veilig verkeer en plaatselijk belang Oud-Leuzen een convenant gesloten. Over dat punt. Om niet meer op de Dennekamp in en uit te stappen. Vanwege de veiligheid. En dat de senioren uit Oud-Leuzen nu veel verder moeten lopen naar de buurtbushalte is nog een bijkomend probleem. En dat vinden wij ook van de geparkeerde fietsen. En we hebben de volgende vraag aan de wethouder. Bent u het met ons eens dat de bushalte op deze plek voor onveilige situaties zorgt? Wilt u in overleg gaan met het bestuur van buurtbus Vechtdal om een veiliger in- en uitstapplek te kiezen of te maken? En als suggestie geven wij mee om een in- en uitrijhaven te maken waar je veilig kunt wachten, je fiets goed kunt parkeren. En als voorbeeld noemen we de schuilhut Dommelendijk. En we willen u vragen ons te informeren over de voortgang. Nogmaals, bij ons gaat veiligheid voor snelheid. En het is niet voor niets dat plaatselijk belang Oud-Leuzen heeft aangegeven dat zij niet verantwoordelijk wil zijn voor deze onverantwoorde keuze. Dank u, voorzitter. Wethouder van Leeuwen. Ik kan heel kort zijn, 3 keer ja. Maar ik zal het ook iets toelichten. U verwijst naar het convenant dat wij hebben afgesloten met schoolbestuur, ouders, oudervereniging, plaatselijk belang. Daar zijn we heel zorgvuldig in geweest. Toen buurtbus Vechtdal kwam om op deze plek een bushalte te gaan creëren, waren mijn letterlijke woorden, ik dacht het niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat het volkomen onveilig en onverantwoord is. Als er dus op dit moment wel daarin en uitgestapt wordt, dan handelen ze tegen de afspraken in. En ik zal dat nagaan. Ik ga dus in overleg met het bestuur, zoals u verzoekt. En ik zal u zeker informeren over de voortgang. Heeft u een aanvullende vraag? Ja, ik zou ook graag een alternatief voor de plek. Want op dit moment is het daadwerkelijk zo dat dat de halte is geworden. Dan ga ik daar morgen met de verkeersmedewerker over in gesprek. Want dan is het per morgen of overmorgen beëindigd. Want ik wil dat gewoon niet. En ik niet alleen, u met mij. En de afdeling verkeer, de politie en Veilig Verkeer Nederland heeft ook negatief geadviseerd over die plek. Heeft u een alternatief? Ik schud hem niet zo uit mijn mouw. Volgens mij zou het Kerkplein het beste zijn. Maar dan moeten we verderop in de route kijken of we daar een shortcut kunnen maken. Zodat er de tijdswinst elders wordt behaald. Want daar zit het gewoon op vast om in 1 uur tijd van A naar B te kunnen rijden. Ik stel voor dat we het alternatief nu niet gaan uitwerken. Nee, want ik heb het alternatief gewoon niet. Nee, dat was maar er zijn alternatieven vandaag nog in de buurtbus benoemd. En misschien dat u misschien via dat die dan, misschien dat die dan even mijn kant op zouden kunnen komen. Ik zal u informeren. Okay. Nou, en verder was het antwoord volgens mij van de wethouder nogal duidelijk. Ja, leidt niet tot verdere vragen, toch? Dan ga ik naar de volgende vraag. Die is van de heer Royakkers van D66. En dat gaat over de belastinginning door het GBLT. Ja, dank u wel. Aan het GBLT, de gemeente- en waterschapsbelastingen, heeft ook de gemeente Dallas de belastinginning voor haar gemeente, respectievelijk de burgers, uitbesteed. Ik ontving de afgelopen dagen, gedateerd 31-12-2017, een belastingaanslag over het jaar 2015. Reden uit interne controle bleek dat dit niet eerder was verstuurd en men vermeldde dat men dit nog 3 jaar daarna mag doen. Verder was er geen uitleg. Het betreft weliswaar een aanslag met betrekking tot waterschapsbelastingen, maar men vermeldde tevens dat het kan voorkomen dat u dit jaar meer belastingaanslagen over een vorig belastingjaar ontvangt. Mijn vraag is, bent u hiermee bekend? Zo ja, over hoeveel burgers gaat dit en klopt de aanslag ook?
Want voor een eenvoudig burger is dat vrijwel niet te controleren. En internetafschriften over 2015 staan ook niet meer online. Zo nee, dan kunt u mogelijk voor de toekomst afspraken maken. Ook hier wethouder Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. Voor zover mij bekend woont de heer Rooyakkers niet in Panama of heeft hij een dergelijke constructie. Hij bevestigt dat. Dus, dat bevestigt iedereen die je dat vraagt. Dus, maar helaas niet. Voorzitter, ik vraag het u niet, maar de heer Rooyakkers dus niet. Het klopt dat er soms, en door wat voor omstandigheid dat ook is, een belastingopleg niet heeft plaatsgevonden in het jaar waarin het had moeten plaatsvinden. Wettelijke termijn is 3 jaar, dus dat is ook correct. Wij weten niet om hoeveel burgers dit gaat en wij weten ook niet of de aanslag klopt. Dat is wat lastig, want het gaat hier om waterschapsbelastingen en daar zijn wij niet bij betrokken, op geen enkele wijze. Voor wat betreft het jaar 2015, wat u noemt, de gemeente Dalfsen is per 1 januari 2016 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. U vraagt mij dus iets heel lastigs. Het gaat over een waterschapsbelasting. U zegt dat het voor de gewone burger bijna niet te doen is. Ik acht u niet een gewone burger. Gelet op al uw activiteiten en wat u landelijk allemaal voor elkaar krijgt. Dus ik acht u tot meer in staat. Wij hebben zelf bijvoorbeeld met toeristenbelasting een aanslag die pas een jaar later is. Omdat je eerst alle gegevens moet hebben. DIFTAR, de afvalstoffenheffing, is altijd pas een jaar later. Verder zijn er ook nog bezwaar- en beroepsprocedures. En ik weet vanuit het algemeen bestuur van GBLT dat er bij het waterschap inderdaad de waterschapsbelastingen, de heffingen, enorme fouten zijn gemaakt waarbij de waterschappen veel geld erbij zijn ingeschoten, omdat het niet binnen 3 jaar is opgelegd, maar dat men er pas na 4 of 5 jaar achter kwam. Bij de gemeente Dalfsen hebben we er nauw op toegezien dat dit niet het geval is. We hebben op dit moment 100% gerealiseerd voor bijvoorbeeld de OZB. Oké, wat u aangeeft is dat u moeilijk kunt spreken voor of over of namens het waterschap. Maar bent u tevreden met de antwoorden, meneer Rooyakkers? Jazeker, maar het ging mij om de instantie en dat we daar scherp op moeten zijn, want de fouten zijn er in het verleden ook veel gemaakt. Dank u wel. Anderen nog naar aanleiding hiervan? Nee? Mag ik naar de volgende vraag? Dan ga ik naar de vraag wederom van de heer Rooyakkers, D66. En het gaat dit keer over bestrijdingsmiddelen lelieteelt. En het verzoek aan wethouder Schuurman om heel goed op te letten. Reeds eerder heeft D66 in het Vechtdal vraagtekens gesteld bij het uitbundig gebruik van bestrijdingsmiddelen, of zo u wilt, gewasbeschermingsmiddelen. In met name de lelieteelt. U ontvangt met enige regelmaat brieven over dit onderwerp. Ook in september is daarover nog een ingekomen brief ontvangen van een bezorgde burger met een aantal vragen. Heeft de gemeente de gevraagde informatie verstrekt? Zo ja, heb ik die gemist? En kunt u mij dan zeggen waar ik die kan vinden? Zo nee, kunt u toezeggen dat deze in januari beschikbaar komt? En dan een andere vraag is, ontwikkelt de gemeente beleid op dit gebied? En op welke wijze vindt er handhaving plaats op de gebruikte middelen en de frequentie van de toepassing? Wethouder Schuurman, dit is de eerste keer dat u in die hoedanigheid hier in deze raad het woord gaat voeren. En wij kijken allemaal welwillend, edoch kritisch toe. Dank u wel. Ik besef zelf ook dat het een uniek moment is wat dat betreft. Natuurlijk ben ik bereid om antwoord te geven over de kwestie met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt in onze gemeente. De zorgen die worden geuit kan ik me ook zeer goed voorstellen. Gif is en blijft gif. Tijdens het persoonlijke gesprek is er al mondeling een toelichting geweest op de kwestie en de werkwijze die wij hierin als gemeente hanteren. Er is ondertussen een brief gestuurd op 12 december en die staat ondertussen op het RIS. Dus dat is wel heel kort, dat ben ik weer eens, maar er is een reactie geweest. Ik weet niet of u hem al gezien heeft in de tussentijd, maar in principe heb ik daarmee wel de eerste 3 vragen al beantwoord.
De vraag over de handhaving echter nog niet. De handhaving wordt uitgevoerd door de AID. En deze heeft op de navraag die we hebben gedaan aangegeven dat de afgelopen jaren geen redenen zijn geweest in onze gemeente om die daar te controleren. Misschien is dat ook wel te verklaren door het feit dat slechts 0,6% van onze landbouwgrond wordt gebruikt voor bollenteelt. Wel hebben we als gemeente zelf in 2017 een bezoek gebracht aan een bollenteler. En ook voor januari 2018 staat er weer een bezoek gepland bij een andere teler. Vanuit de gemeente hebben we er dus zeker aandacht voor de branche, maar ook voor de genoemde aandachtspunten met de gewassen, met de bestrijdingsmiddelen. De conclusie uit de verzonden brief is dat er op dit ogenblik een landelijk onderzoek loopt en het veldonderzoek daarvan is afgerond. De vorderingen lopen goed op schema en er zal in het najaar van 2018 een rapport worden opgeleverd en daar zal een advies uit volgen. En gezien het feit dat het bijna 2018 is en de periode dus heel kort is, willen we als gemeente aansluiten op dat landelijke beleid. En gaan we niet tussentijds komen met punten die we niet zelf direct kunnen onderbouwen. Nog als aandachtspunt, de ondernemers hebben aangegeven dat ze bereid zijn tot bedrijfsbezoeken door verontruste burgers. En ook informatie willen geven over de manier hoe ze aan gewasbescherming doen. Meneer Werkers, is dat voldoende? Ik ben blij dat de maiden speech van de nieuwe wethouder in elk geval over bloemen gaat. Dank u wel. Andere nog vragen naar aanleiding hiervan? De brief is dus net verstuurd en staat nu op het ris. En heeft inderdaad enige tijd op zich laten wachten. Daarvoor excuus. Andere nog? Nee? Dan ga ik naar de laatste vraag. En dat is die van de heer Veldhuis van de VVD over snippergroen. En ook deze is voor wethouder Schuurman. Dank u wel. Ja, ik ga van de bloemen naar de grond, naar de snippergrond. Eind jaren 90 hebben de bewoners van de Prins Bernhardlaan in Nieuw-Leuzen als huurders de woning gekocht van de woningcorporatie. Bij deze verkoop was destijds sprake van snippergroen. Het gaat hier om rijtjeswoningen met voor alle woningen eenzelfde stuk snippergroen. Toen de gemeente overging tot de verkoop van snippergroen aan de bewoners, heeft dit veel onrust gegeven in de straat. Bij de verkoop is destijds door de woningcorporatie niet gesproken over snippergroen. Het was de bewoners tot voor kort ook niet bekend dat er sprake was van snippergroen. Sterker nog, in de folders die ze hadden gekregen van de corporatie en makelaar, zijn deze stroken ook niet aangegeven. Enkele bewoners hebben schriftelijk bezwaar gemaakt en vragen gesteld. Dit is in juli geweest. Afgelopen week hebben ze hier pas antwoord op gekregen. Wat we verder zien is dat in enkele gevallen er sprake is van verjaring, in enkele gevallen bewoners geen aanspraak kunnen maken op verjaring en in enkele gevallen wordt voorgesteld dat de bewoners de grond kunnen kopen, maar dan af moeten zien van verjaring. Het gaat in alle gevallen om hetzelfde stuk grond. We krijgen het idee, tenminste dat zou je kunnen krijgen, dat de gemeente meet met twee maten en dat het lijkt op rechtsongelijkheid. De een moet betalen, de ander niet, in vrijwel identieke situaties. We hebben dan ook de volgende vragen aan de wethouder. Bij andere snippergroentrajecten krijgen de bewoners een keuze. Het kopen van de grond of het huren van de grond. Waarom is hier geen sprake bij de Bernhardlaan? De bewoners hebben alleen de mogelijkheid gekregen om grond te kopen. Tweede vraag. Enkele woningen in de Bernhardlaan zijn nog in eigendom van de woningcorporatie. Krijgt de corporatie ook de mogelijkheid om de grond te kopen, huren of weer terug te geven? Derde vraag. Hoe kan het zijn dat in vrijwel identieke situaties in de Bernhardlaan de een aanspraak kan maken op verjaring en de ander niet? De uitgangssituaties zijn immers gelijk. Vierde vraag. Waarom heeft de gemeente zoveel tijd nodig voor de beantwoording van vragen en bezwaren op het snippergroen? En waarom verlangt de gemeente vervolgens wel antwoord binnen 4 weken? In oktober heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente soepel omgaat met de termijn van 4 weken. In de brieven zien we dit echter niet terugkomen. Tot slot de laatste vraag. In oktober heeft de wethouder aangegeven dat er een voorlichtingsbijeenkomst zou komen. Deze hebben we nog niet gezien. Komt deze nog? En zo ja, wanneer? Gezien de onrust die dit onder andere nu in de Bernhardlaan geeft, lijkt het ons van belang dit te doen. We horen graag hoe u dit ziet. Wethouder Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Allereerst lijkt het me goed om even terug te gaan naar het begin.
Snippergroen is in 2015 gestart. Uitgangspunt hierbij was dat we dus kleine stukjes groen die er beschikbaar waren aangeboden werden aan de gebruikers, zodat er een stukje rechtsgelijkheid zou zijn. Dat traject is in 2015 begonnen en ondertussen 2017 gaan we richting het einde, maar het is nog niet afgerond. Er is wel ondertussen veel ervaring mee opgedaan. De regels die daar zijn gesteld, de spelregels, die zijn ook in deze raad vastgesteld en worden dus uitgevoerd. En het uitgangspunt binnen het huis is ook dat alles volgens de geldende juridische regels wordt afgehandeld en uitgevoerd. Dus als er sprake is van verjaring, dan wordt dat aangegeven. Is er sprake dat het nog niet verjaard is, dan gaat men dus verkopen. Daar komen ook eigenlijk alle verschillende mogelijkheden uit voort. En daarom zie je in dezelfde straat ook verschillende antwoorden. En ik zal ze u vragen, want het zijn er 5 in totaal, beantwoorden. Waarom er in deze situatie geen verschil is gemaakt tussen huur en koop. Dat heeft te maken met het feit of er leidingen liggen onder de gronden die gebruikt worden. Als daar leidingen onder liggen, dan wordt ook de mogelijkheid geboden om te huren. Ligt daar geen leiding onder, dan is het uitsluitend koop. Dus dat is de oorzaak. Zijn er gesprekken met de woningcoöperatie? Ja, die zijn er. En die zijn in een vergevorderd stadium. Dus dat loopt. Waarom er in ieder geval wel sprake is van verjaring en waarin niet? Ja, dat heeft te maken met wat er gebeurd is in de afgelopen periode. Of men waar kan maken of er sprake is van verjaring, ja of nee. En daarvoor zal je als bewoner ook iets moeten bewijzen. Is dat lastig? Zit je daarin soms op een grijs gebied? Dat klopt ook, maar er wordt gewoon voor iedereen dezelfde lijn getrokken, zodat er geen rechtsongelijkheid is. De reactietermijn en de termijn waarop het, hoe lang het geduurd heeft. In de brief staat er nog steeds dat men rekening houdt met een periode van 4 weken. Dat is niet veranderd. In de laatste brief heeft ook gestaan dat men excuses heeft aangeboden voor het feit dat het zo lang geduurd heeft dat men vanuit de gemeente zo lang heeft het antwoord op zich heeft laten wachten. Dus dat is hier niet goed gegaan wat dat betreft. Als mensen behoefte hebben om langer na te denken, dan kan dat zeker. Dan wordt daar soepel mee omgegaan. Alleen als wij nu van 4 weken 8 weken zouden maken, dan denk ik dat er na 8 weken ook mensen zullen zijn die alsnog niet klaar zijn met de beslissing. En dan komt er nog een periode achteraan. Dus er wordt op een Dalfsense manier mee omgegaan. En er is altijd ruimte voor dialoog daarin. Dus als men contact opneemt met de afdeling, dan wordt daarin goed mee omgegaan. De voorlichtingsbijeenkomsten, die zijn in het verleden in een aantal projecten deelprojecten zijn ze wel opgevat en andere niet. Het ligt een beetje aan de grootte van het project of het deelstuk wat men heeft aangevlogen, waar men dat wel of niet heeft gedaan. Er zijn er nu nog een aantal en er wordt ook serieus gekeken van in hoeverre men de informatievoorziening op voorhand gaat doen. Bij de Bernhardlaan hebben we wel gezegd, omdat hier zulke specifieke vragen nu naar voren komen, waarbij elke situatie toch individueel is, is dat er deze week nog een brief naar de bewoners toe gaat, waarbij men wordt uitgenodigd voor een gesprek om een en ander toe te lichten en dat er ruimte is om vragen te stellen. Onverlet, de opdracht die hier is gegeven om goed en rechtvaardig om te gaan met het snippergroen, die blijft bestaan. Dus we geven niks weg. En we pakken niks. Eerlijk wordt alles behandeld en besproken. Dank u wel. Ja, dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Ik kijk even rond. Is dat voldoende, meneer Veldhuis, nog? Even een kleine aanvulling misschien, wat erin wel van belang is. Wij merken namelijk dat er voor de bewijsvoering wordt gevraagd om foto's. En we merken dat in een aantal gevallen foto's die over exact dezelfde locaties gaan, bij de ene leidt tot een afwijzing en bij de andere leidt tot een toewijzing. Dus dat zijn dingen waardoor wij ook zijn gaan denken van, hé, dat is wel vreemd dat dit gebeurt. Misschien iets ook om mee te nemen op het moment dat u daarmee met de bewoners om tafel gaat. Om dat ook nog even daarin mee te nemen. Meneer Schuurman, tot slot. Ik ben het met u eens. Dezelfde situaties moeten leiden tot dezelfde antwoorden.
zoals ik hoor, zoals de spelregels worden uitgevoerd, mag dat dus niet zo zijn. Dan moet er nog iets anders zijn wat daar aan de grondslag ligt. Ik zal het meegeven voor de gesprekken. Dank u wel. En dan zou ik graag naar de agenda toe willen. Dat kan, geloof ik, hè? Ja. Dan komt bij agenda punt 3. Vragenronde hebben we gehad. 4. Vaststelling van de agenda. Gaat u daarmee akkoord? Doet u dat? Ja? Dan is die vastgesteld. Agenda punt 5 komt bij de akkoordstukken. Dat waren er niet zoveel. Kadernota transformatie sociaal domein dichter bij de kern. Nou, brede waardering voor die kadernota. En daarna is nog de ongevraagde reactie van de participatieraad ontvangen. Die is bij de stukken op het risk geplaatst. En ik ga ervan uit dat het een akkoordstuk kan blijven. Maar ik sluit niet uit dat D66 nog een stemverklaring wil afleggen. Gezien de discussies. Is dat zo, meneer Rooijakkers? Nou, dan wil ik u die gelegenheid bieden en dan gaan we daarna over tot stemming. Meneer Rooijakkers, stemverklaring. Nou, je moet het toch echt doen voordat we gaan stemmen. Dus... Kort houden, voorzitter. Ik geloof dat dat een goede ambitie is. Ik verwijs naar de inbreng in de commissie van de heer Schrijver. En we stellen vast dat het college niet wil ingaan op het verzoek om enige invulling te geven aan zijn verzoek om te vertellen over wat voor soort kosten het gaat over die 50.000 euro. En dat vinden we jammer. Maar desondanks zullen we wel voorstemmen gezien het belang van de uit te voeren transformatie en de gepresenteerde aanpak. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de raad en dan ga ik het in stemming brengen. Kadernota transformatie sociaal domein dichter bij de kern. Voorstel is de kadernota transformatie sociaal domein dichter bij de kern vast te stellen. En hiervoor een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen. En in de dekking te voorzien door te beschikken over het vrij besteedbare bedragenprogramma 7 conform bijgaande begrotingswijziging. En wie gaat er mee akkoord? Dat doet u allemaal. Met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 6. Dat is een bespreekstuk. Maar volgens mij, en dat is een beetje een gok, maar volgens mij op een heel specifiek onderwerp. Want ik was erbij en ik hoorde dat de meeste partijen vonden dat ze het voorstel konden steunen. Maar ChristenUnie en D66 maakten een voorbehoud op het punt, zo heb ik het ervaren, tenminste op het punt van de hoogte van de mantelzorgwaardering. Is dat goed ingeschat door mij, dat het met name daar specifiek om gaat? En... nou, de wethouder heeft schriftelijke aanvullende reacties gegeven op die vraag over de mantelzorg en het onderscheid tussen informele en professionele zorg. En die is ook op het risk geplaatst. Dus ik ga er eigenlijk van uit dat een beeldvormende ronde niet echt nodig is, maar wel een opinierende ronde. En ik denk dat ik begin bij mevrouw Lasje. Als de rest van de raad het goed vindt. Dat vindt u. Okay. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering hebben we aangegeven dat we moeite hadden met twee punten. En dat eerste punt, dat betrof het nu wijzigen van de verordening, terwijl er volgend jaar een grote wijziging aankomt. En ons bezwaar was dat meerdere wijzigingen achter elkaar het risico meebrengt dat mensen een verandering missen, iets niet op tijd aanvragen, een wijziging missen. Dan kan er snel iets misgaan. We begrijpen de uitleg van de wethouder als hij zegt dat die komende wijziging nog niet duidelijk is uitgewerkt en dat het dat lastig maakt om erop te wachten. We kunnen dan ook met deze wijziging instemmen. We willen de wethouder wel vragen om extra alert te zijn op mensen die ongewild, zodat er geen mensen ongewild te dupe worden omdat ze iets niet tijdig hebben gelezen of niet tijdig hebben gezien. Hè? Omdat het best wel kort termijn dus voor de wijziging ingaat. En dan het tweede punt, u noemde het al. Onze dank aan de wethouder voor alle informatie die hij stuurde over het mantelzorgcompliment en over de activiteiten die DALS organiseert voor mantelzorgers. Het is goed om te weten dat DALS serieus werk maakt van de ondersteuning van mantelzorgers. Tegelijk heeft het onze bezwaren tegen de verlaging naar 100 euro niet weggenomen. Er lag al veel op het bordje van mantelzorgers en het wordt alleen maar meer. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft rechtvaardigt dat een ruime waardering. We blijven dan ook van mening dat 120 euro een mooi bedrag is en willen daar graag aan vasthouden. We willen daarvoor een amendement indienen samen met D66 en de VVD. De PvdA is helaas niet aanwezig vanavond, ik kan dus niet mee ondertekenen, maar heeft wel laten weten dit amendement van harte te steunen. Het amendement dat ligt voor. Ik ga hem lezen, maar ik lees hem vanaf de computer. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente DALS dienen het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, datum 18 december 2017, nummer 702, gehoord de beraadslagingen over het agenda punt 6, verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en het advies van de participatieraad, overwegende dat onze samenleving niet zonder mantelzorgers kan.
zij een belangrijk onderdeel zijn van de informele zorg. Zij een ruimhartige geldelijke waardering verdienen. Deze geldelijke waardering de laatste jaren regelmatig werd verlaagd als gevolg van een stijgend aantal aanvragen. Het wenselijk is de geldelijke waardering niet verder te verlagen en stelt de Raad voor tot wijziging van het in artikel 11 lid 2 van de verordening genoemde bedrag van 100 euro in 120 euro. En de indieners zijn mevrouw Lasje van de ChristenUnie, de heer Rooijakkers van D66 en de heer Veldhuis van de VVD. Toelichting. Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Mensen die zelf vaak vinden dat ze toch gewoon hun plichten opzichte van ouder of man, vrouw doen en dan niet zo snel aandacht voor zichzelf vragen. Tegelijk hebben ze die aandacht en ondersteuning vaak hard nodig om het vol te houden. Met een mantelzorgcompliment laat de gemeente zien dat zij deze groep zorgers zeer waardeert en oog voor hen heeft. De hoogte van dit compliment is de afgelopen jaren een aantal maal naar beneden bijgesteld. Nu het een vast bedrag wordt, mag het ook een ruim bedrag zijn. Tot zover het amendement. Dan denk ik dat het goed is dat ik D66 misschien ook even laat toelichten. Ja, want we kunnen ook de wethouder gelijk vragen om een reactie. Misschien is dat op dit amendement. Ja, in de commissie, als het mag, heel kort. In de commissie heeft de heer Schuiver op een ludieke manier 123 euro voorgesteld. Maar wij kunnen ook met 120 euro heel goed leven. Okay. Dan ga ik gewoon door met de opinie aan de ronde en dan laat ik aan het eind de wethouder reageren. Dan kunt u alsnog van mening veranderen. Dan ga ik naar mevrouw Schippers, CDA. Nou, we hebben onze inbreng al aangegeven dat we akkoord gaan met het voorstel zoals het ligt. Ik reageer dan even over een amendement zoals de ChristenUnie en D66 die voorstelt. U geeft ook aan, er wordt serieus werk gemaakt voor de mantelzorgers binnen onze gemeente. We hebben een goed onderbouwd beleid. De CDA-fractie vindt ook dat de mantelzorgers gewaardeerd moeten worden en ook goed gewaardeerd moeten worden. We zien heel veel activiteiten die georganiseerd worden. En de totale mix maakt dat voor het CDA het bedrag wat nu voorgesteld wordt voor nu en in de toekomst, een vast bedrag van 100 euro, dat een goede keuze is om ook de toekomst aan te kunnen. En daarom zullen we niet meegaan met het amendement. En de toezegging van de wethouder dat op het moment dat het budget wat door ons is vastgesteld op 61.000 euro. Als dat overschreden wordt, dat die bij ons zal aankloppen, is voor ons een voldoende toezegging. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schippers. Meneer Ellebroek, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, onze opinie hebben wij in de commissie al gegeven. Wij zullen ook dit amendement niet ondersteunen. In de commissie hebben wij reeds aangegeven dat mocht het aantal mantelzorgers in de toekomst dusdanig stijgen, het budget te verhogen. Verder zijn we van mening dat het voorstel om een vast bedrag van 100 euro te hanteren door de wethouder schriftelijk en in de commissie voldoende is toegelicht. Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD, meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. We hebben onze oordeel ook gegeven in de commissie. Wij zijn mede ondertekenaar van het amendement, dus wij stemmen daar zeker in mee. Voor ons is het gewoon heel duidelijk, mantelzorgers, door het gebruik van mantelzorgers en doordat ze er zijn, hoeven we immers minder aanspraak te doen op de middelen uit het sociale domein. En dat lijkt ons voldoende rechtvaardiging om naar 120 euro te gaan. En als het gaat om de financiering daarvan, daarvoor hebben we altijd nog de reserve van het sociaal domein, waar het uit zou kunnen wat ons betreft. Dankjewel. Wethouderuitslag. Misschien mag ik u vragen om de Raad te adviseren met betrekking tot dit amendement. En misschien heeft u ook nog wel een opvatting over die ideeën die naar voren kwamen met betrekking tot de dekking. De laatste zeker, voorzitter. En anderen natuurlijk ook. Dat is misschien zelfs mijn eerste vraag. Als wij nu met dit voorstel niet waren gekomen, slechts de wettelijke aanpassingen die we hard moeten doorvoeren, als gevolg van de uitspraak van het orgaan wat erover gaat, dan hadden wij hier deze discussie niet eens gevoerd. We hadden geen amendement gehad over de hoogte van het tarief. En ik kan u garanderen, dat was dus onder de 120 euro uitgekomen. Wellicht zelfs onder de 100 euro. Van dat staande beleid van u als raad.
ondergrens 70 euro, dat vinden wij, en dat is echt niet zo heel lang geleden, meer dan reëel. Nou, het is een voorstel gekomen van het college, omdat we die neergaande lijn zagen en als ongewenst bijeffect van het beleid wat destijds is vastgesteld. Gezegd van, nou, dat willen we onder de 100 euro willen we gewoon niet gaan. We willen eigenlijk 70 euro, nou, laten we een mooi rondbedrag doen, 100 euro. Dan doen we al het dubbele van wat de raad destijds, de helft gaat er weer op, bedoel ik. En dan wat de raad destijds als normaal heeft geacht. Eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje jammer dat de discussie nu gaat over de hoogte van de waardering in plaats van over de waardering zelf. Want nu lijkt het wel alsof wij de mantelzorgers met 100 euro, wat toch echt, u heeft de cijfers gezien, zeker niet het laagste is van de omgeving, sterker nog, we zitten aan de top. En als u daarnaast de hele lijst ziet wat we nog meer van mantelzorgers doen, durf ik te stellen dat we aan de eenzame top zitten. Dus echt, echt ruim meer doen dan de rest. En als dat dan bekijken, dan lijkt het wel alsof het een soort, ik ben meer van mantelzorgers, ik ben meer van mantelzorgers. Nou, voorzitter, de hoogte van de waardering zegt niets over de mate van waardering. De mate waarin we gaan waarderen zegt ook niets over de toegenomen taken daarvan. Want eerlijk gezegd, voorzitter, als dat zo zou zijn, is ook 120 euro een schijntje. Dus we praten nu over een wat semantische discussie, 100 of 120 euro, terwijl het van 70 euro afkomt. En dan denk ik dat we met 100 euro zonder financiële dekking, want dat staat bij het amendement in, echt meer dan voldoende waarderen. Het is een fors bedrag. Ik heb gezegd, ik wil het risico nemen voor die 100 euro. U verhoogt dan 120 euro. Dat kan, maar zonder financiële dekking. Voor een structurele uitgave is een reserve niet mogelijk. Dat is wat u als raad ook weet. En zonder financiële dekking kan ik ook het, niks anders doen dan het amendement ontraden. Het wordt ontraden en geen incidenteel geld voor een structurele dekking. Dat zijn de argumenten van de wethouder. Ja, ik ga toch naar een afronding toe, want dit was opinierend. Volgens mij hebt u allemaal uw opinies naar voren gebracht. En dan moeten we eerst de amendementen in stemming brengen. En als u het goed vindt, dan beperk ik me bij het voorlezen tot de slotregel. Stelt de raad voor te besluiten tot wijziging van het in artikel 11 lid 2 van de verordening genoemde bedrag van 100 euro in 120 euro. Wie stemt daarvoor? Voorzitter, ik had graag willen reageren, maar u ging zo snel naar de volgende ronde toe. Ik had graag willen reageren op wat de wethouder zei. Ja, maar we zitten in de opinierende ronde, dus niet meer in de discussierende. En naar mijn gevoel heeft u alle uw opinies naar voren gebracht. Nu vind ik dat wel heel onvriendelijk, zoals ik dat nu zeg, maar de opinies zijn naar voren gebracht. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat klaar. Ja, maar ik wilde dan graag reageren, want de wethouder zegt een aantal dingen waarvan ik het jammer vind dat hij die zegt. En ik wil daar graag op reageren, want ik vind dat hij een aantal woorden verkeerd uitlegt. Dus ik zou daar graag op willen reageren voordat gestemd wordt. Dan wil ik u die ruimte bieden. Doe dat alstublieft wel kort, want een opinie is een opinie. En je hoeft het niet met elkaars opinies eens te zijn natuurlijk. Hè? Je mag oneens zijn met elkaars opinies. Dat is vaak zo. Ja, nee, snap ik, voorzitter. Okay. Het mooie is ook dat je inderdaad met elkaar oneens mag zijn. Hè? Daarvoor zijn we ook bij elkaar. De wethouder zegt iets over van, nou, het is alsof we tegen elkaar opbieden over de hoogte. En dat gaat in tegen wat ik gezegd heb. Want ik heb heel duidelijk gezegd dat ik vind dat wij als Dalsen heel veel doen voor onze mantelzorgers. En die mantelzorgers ook zeer waarderen. Dus ik zou het graag het niet willen hebben in het idee van wij proberen hoger te zijn dan een ander. Want dat vind ik niet recht doen aan het abonnement wat we gedaan hebben. En als het gaat over de hoogte, dan snap ik best wel dat het veel geld is. Maar ja, we zijn als Dalsen gewoon altijd heel blij, hè, als wij bovenaan lijstjes staan. Maar dat wij gewoon het mooiste dorp zijn en het groenste dorp en alles groen zijn. En dan hebben we daar heel veel voor over. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om een keer op een lijstje te staan waar we aan de top staan. En misschien nog wel hoger dan de top staan. Dus op die manier, dat wil ik nog wel graag even gezegd hebben. Naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou hoop ik niet dat dit nu weer een reden is om te reageren. Nee wethouder, ik was een beetje streng tegen mevrouw Lasje. Maar ze keek op een bepaalde manier dat ik dacht, dat hou ik niet vol. En
Hoe keek ze dan voor zich? En zo kunt u niet kijken. Die vaardigheid beschikt u niet over. Dus ik ga hem nu gewoon echt in stemming brengen. Het amendement. Stelt de raad voor om te besluiten tot wijziging van het artikel 11 lid 2 van de verordening genoemde bedrag van 100 euro en 120 euro. Wie is daarvoor? Dat is de fractie van de ChristenUnie, van de VVD en van D66. En wie zijn daar tegen? Dat zijn de overige fracties en daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan we nu naar de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 in zijn geheel. Het voorstel is het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018, ingangsdatum 1 januari 2018, onder voorbehoud van het advies van de participatieraad. En 2, het intrekken van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, ingangsdatum 29 mei 2017 per 1 januari 2018. We zijn waarbij dat voorbehoud nu trouwens gevallen is, want het advies is binnen. Wie is daar voor? Dat zijn alle fracties en daarmee is die met algemene stemmen aangenomen. En nu zit ik voor wat betreft de orde met een klein dilemma. Of we pakken nog agenda punt 7 of we gaan eerst koffie drinken. 7 doen, want dan hebben we echt de kop eraf, zullen we hem zo zeggen. Ja, dat was ook mijn voorkeur. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, burgemeester Baron van Dedemstraat. De commissievergadering van 11 december, die is niet doorgegaan en daar moet u rechtstreeks erin. Er zijn technische vragen gesteld, veel volgens mij, door gemeentebelangen ook. Antwoorden zijn als het goed is op het risk geplaatst. Winkelpand, burgemeester Baron van Dedemstraat 2A, 2B in Nieuwleuzen staat al ruime tijd leeg. En dan ligt nu een plan om het pand te slopen en daarvoor in de plaats 2 nieuwe winkelruimtes te bouwen met op de verdiepingen 4 appartementen. De twee eigenaren die vragen het gemeentebestuur hier aan mee te werken en de omgevingsvergunning kan door het college worden verleend als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Een bespreking in 2 ronden en graag eerst beeldvormend. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Jutte, gemeentelid. Ja, ik heb ondanks de schriftelijke vragen die keurig beantwoord zijn door ondanks de zieke ambtenaar, nog 3 vragen aan de wethouder. Heeft u al een draagvlak, of een beeld van het draagvlak van bij de buren? Hoe ver gaat de inspraak van de buurt over de aankleding van de winkels aan de overzijde? Hebben jullie daar überhaupt inspraak in? En heeft u een idee of de ontwikkelaar, de initiatiefnemer, nog meer zou willen doen aan deze overkant? We vinden de aanpassing wat sumier en nog niet zo uitnodigend voor het winkelpubliek. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutte. Ik ga naar meneer Kouwen. CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Tweetal vragen van onze kant. We hebben zowel van een van de direct aanwonenden als een van de initiatiefnemers begrepen dat de plannen zijn besproken met de buren. Hier hebben we ook een afschrift van gekregen. Wel hebben we begrepen dat er nog wat verdere gesprekken plaats zullen gaan vinden over de precieze invulling. Heeft de wethouder dit beeld ook? En dan nog een vraag een beetje buiten de scope van het plan. We begrepen dat er vanuit de ondernemers dat er wat ongenoegen is over de bomen aan de Baron van Dedemstraat die overlast geven. Is de wethouder hiermee bekend? En kan dit punt ook meegenomen worden? Ook misschien bijvoorbeeld in het kader van de acties die ook in de detailhandelstructuurvisie staan. Dank u wel. Meneer Leijder, Christine. Dank u, voorzitter. 2 vragen. De eerste heeft te maken met het winkelgebied zoals dat daar ligt. Past dit plan, wat er nu wordt gevormd in dat winkelgebied, nu en ook in de toekomst, ook gezien het vele aantal lege panden? Tweede vraag heeft te maken met de omwonenden. Er is al eerder de ander ook wat over gevraagd. De omwonenden zijn in kennis gesteld, lezen wij, maar zijn ze het er ook mee eens? Dat is toch wel wezenlijk iets anders. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ik heb nog 1 aanvullende vraag. We merken dat de winkeliers in de omgeving zich met de komst van de appartementen ook wat zorgen maken over de beschikbare parkeerplaatsen voor hun klanten. Gaat u ook nog kijken naar bijvoorbeeld uitbreiding van de blauwe zone bij de parkeerplaatsen voor dat appartement of niet? Ja, heb ik dan alle inbreng. Wethouder Schuurman, hier bij mijn annotatie staat dat dit uw eerste inhoudelijke inbreng is. Dat zegt iets over uw vorige inbreng, ben ik bang. Maar dat zal niet zo bedoeld zijn. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik
ben nu erachter gekomen dat het best een uitdaging is om de vragen mee te schrijven. En dat is de basis voor mijn inbreng die ik ga brengen. Dus, Als u wat vergeten bent, echt, het maakt niet uit. De vragenstellers zullen dat ongetwijfeld allemaal dadelijk nog weten. Dus ik kom er gewoon terug. Ik ga mijn best doen. De heer Jutter, gemeentebelangen. Is er draagvlak onder de buren? Ik moet daarbij aangeven dat dit mijn eerste een stuk is wat ik behandel. En dat je dan toch wat meer in het stuk wilt duiken, omdat je niet onvoorbereid hier wil komen. Dus ik ben in de buurt wezen praten met een aantal belanghebbenden. Ik heb wel gewoon aangegeven dat ik kom luisteren wat er gaande is. En ik moet zeggen dat eigenlijk de mensen die ik gesproken heb, dat iedereen van mening is dat er wat moet gebeuren in dit gedeelte van Nieuw-Leuzen. Men wil graag zien dat er een verbetering plaatsvindt, want iedereen, en dat zijn ook de omwonenden, een aantal van de omwonenden, ik heb ze niet allemaal gesproken natuurlijk, van mening is dat er wat moet gebeuren om een kwaliteitsslag te maken. Dus daar is men het over eens. Is er draagvlak over het pand? Daar valt nog wel een discussie over te voeren. Alleen dat is niet waar het op dit ogenblik over gaat. Er moet nu een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. En aan de hand daarvan kan men in gesprek. En als men het er niet uitkomt, dan zal er dus een zienswijze kunnen worden ingeleverd. Daar is men op dit ogenblik nog niet zover dat dat de stand van zaken is. Men heeft aangegeven, wij willen met elkaar in gesprek. Om te kijken of de plannen ook gaan passen. Men heeft de tekeningen gezien. Men weet van het bestaan. Maar in een middagtijd beslissen over zulke fundamentele ingrepen in je woonomgeving, ja, die zijn best impactvol, dus ja, daar wil men gewoon met elkaar over in gesprek en verder gaan. Aan de overzijde, is daar inspraak geweest bij de ondernemers? Het is denk ik goed om even te zien dat er hier eigenlijk best een bijzondere situatie zich voordoet. Er is een initiatief wat naar voren komt. Wat men graag wil uitvoeren. En de panden aan de overzijde worden daarin betrokken. Alleen het bijzondere doet zich voor dat die panden niet allemaal eigendommen zijn van de initiatiefnemers. Dus je krijgt er eigenlijk te maken met een situatie dat, om maar even met een voorbeeld te benoemen. Ik wil mijn huis verbouwen en ik vraag aan die heer Jutte of hij zijn huis ook wil gaan schilderen. Want ja, mijn woning komt dat ten goede. Dus de inspanningsverplichting is door de ondernemer zeker serieus opgepakt. Men is in gesprek gegaan met de buren aan de overzijde en die hebben ook gezien dat dit een kwaliteitsimpuls kan zijn voor de omgeving. En die heeft aangegeven, de buren hebben aangegeven dat ze gezamenlijk de boel willen verfraaien. Wat houdt die verfraaiing in? Men gaat schilderen, de gevels worden verfraaid, dakpannen worden schoongemaakt, de dakpannen worden gecoat, zodat alles er weer wat frisser uitziet. De reclame die er nu op dit ogenblik op staat, die is ja, heel divers. Daarvan heeft men ook gezegd van dat gaan we met elkaar in overeenstemming brengen, zodat er een goede, een nettere aanblik is van het pand. Is het maximale wat er gedaan kan worden? Ja, wat kun je vragen aan buren? Dus ja, er is zeker een flinke inspanning gedaan, omdat men zelf ook vindt dat het nodig is. Wil de ondernemer meer? Ja, ik denk niet dat je meer kan vragen daarin. Dat is een inspanningsverplichting die we hebben en daar houdt het denk ik mee op. De eerste vraag van de CDA, die heb ik niet goed mee kunnen schrijven. Ja, inderdaad. Het ligt een beetje in het verlengde van wat zojuist al heeft aangegeven. Maar heeft u ook dat beeld dat er verdere gesprekken plaatsvinden over de precieze invulling? Dus met die omwonenden die bijvoorbeeld minder zien zitten? Wat ik begrepen heb, gaat men de uitkomst van vanavond gebruiken om met elkaar indien nodig in gesprek te gaan. Dus als de verklaring van geen bezwaar wordt aangenomen, dan gaan de buren met elkaar in gesprek. Dat hebben zowel de initiatiefnemer, een van de initiatiefnemers, als de bewoner hebben dat aangegeven.
De bomen, de verdedigingsweg, daar heb ik ook over gehoord door de initiatiefnemer. Ja, daar moeten we naar kijken. Ik zal in overleg moeten wanneer we dit gaan doen. En dus ik durf daar geen datum aan te koppelen, maar we hebben wel al aangegeven dat we daarnaar gaan kijken. ChristenUnie, past dit in de toekomst, dit winkelgebied? Dit initiatief is tot stand gekomen omdat er een van de initiatiefnemers ideeën heeft en naar de toekomst toe verder wil ontwikkelen. Er zijn op dit ogenblik twee winkels. Het zit binnen het gedeelte van de detailhandelstructuurvisie waar we graag een kwaliteitsimpuls willen hebben. Dus ja, het past daarbinnen. Dus wat dat betreft volgens mij, ja, er is toekomst. Er zijn alleen maar ondernemers nodig die op willen staan en dingen willen doen. En dat doet hier iemand. Is iedereen in kennis gesteld in de buurt? Ja, ik denk dat ik op die vraag al antwoord heb gegeven. En dan heb ik nog één vraag volgens mij openstaan van de VVD. En dat zijn de parkeerplaatsen. Het heeft over een blauwe zone. Die wordt in Nieuw-Leuzen eigenlijk nog niet gebruikt. Er zijn wel gesprekken met de initiatiefnemers om daar te komen voor een goede oplossing. Men heeft zelf ook al gezegd van auto's die overdag gebruikt worden, zetten we dan elders neer, zodat er ruimte is voor het winkelend publiek. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan aanvullende vragen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, aanvullend, voorzitter, in zoverre dat ik had ook nog gevraagd naar de lege panden. Er zijn nogal wat lege panden, helemaal in Nieuw-Leuzen, dus wel Noord-Zuid, of hoe je het ook allemaal noemt. Maar past dat dan nog steeds? Is het verstandig om dat te doen? Ik bedoel, ik snap dat als iemand, een ondernemer dat wil, dan, en je kan hem de ruimte geven, dan moet je dat doen. Maar dan tegen het licht van de toekomstontwikkelingen. Meneer Schuurman. Eigenlijk is het geen toename van het aantal panden, want er staan op dit ogenblik twee winkelpanden en er blijven twee winkelpanden. Dus het is geen uitbreiding. Daarnaast zit het in het gedeelte van de detailhandelstructuurvisie, waarvan de gebieden waarvan we hebben gezegd, daar willen we concentreren. Dus ook daar blijven we binnen. Ja, wat de toekomst gaat brengen, ik weet het niet, maar ik ben blij met initiatieven die ervoor zorgen dat mensen ook graag nieuwe dingen willen bedenken en wat willen doen. Natuurlijk in overeenstemming met de omgeving. Oké. Okay. Past binnen het concentratiegebied en het is al een winkelbestemming. Kijk even rond. Kunnen we naar de opinierende ronde? Meneer Jutte? Ja, prima. Dank u wel, voorzitter. Zoals de stukken met de tekeningen en beschrijving laten zien, ligt hier een goed en mooi plan. Waar wij op voorhand eigenlijk nog geen bezwaar tegen hebben. We hebben geen bedenkingen tegen de plannen om appartementen te realiseren op dit winkelpand. Maar eigenlijk nog wel bedenkingen, zoals ik al zei, tegen de aankleding van de overkant. We vinden het wat sumier qua uitstraling. En ja, ook met de antwoorden op de schriftelijke vragen zijn we nog niet helemaal gerustgesteld dat het goed voor elkaar komt. Onze fractie hoopt echter dat de verschillende eigenaren de koppen bij elkaar zullen steken en deze winkelstraat een meer uitnodigende uitstraling zullen geven. Zodat het geheel wat fraaier wordt. Dus je kan de wethouder daar nog wat aan doen. We vinden het echt wel jammer dat er niet eerst een omgevingsvergunning is gedacht. En dit vooral om latere zienswijzen te voorkomen. Misschien is dat proces toch eens een keer om te draaien. We hebben dit probleem al vaker in de raad besproken. Misschien kunnen we daar ook in de toekomst wat meer aan doen. We zijn wel akkoord met het voorstel zoals het er staat. Maar inderdaad met de bedenkingen voor de inkleding van de overkant. Dank u wel. Ja, dank u wel. En ik zie hem ook gelijk een stemverklaring, zoals u hem nou heeft gebracht. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Leegstand is slecht voor de aanblik van een winkelgebied. Onze fractie heeft hier in de afgelopen jaren vaak aandacht voor gevraagd. En hoe mooi is het dan als er vanuit het dorp zelf een initiatief komt om leegstand aan te pakken door deze winkelpanden in een modern jasje te steken. Van een van de initiatiefnemers hebben we begrepen dat er al gesprekken zijn om ook de winkels langdurig in te vullen. Het plan sluit dan ook aan op dit jaar eerder vastgestelde detailhandelstructuurvisie. Daarin staat ook onder andere de meerwaarde voor herontwikkeling en positieve effecten van wonen boven winkels voor de leefbaarheid. Bovendien is in deze visie voor Nieuw-Leuzen bewust gekozen voor twee winkelgebieden,
om daarin te blijven investeren. Na de ontwikkelingen in Zuid is dit een mooie impuls voor Noord. Ook goed om te zien dat de plint aan de zuidzijde een passende uitstraling krijgt. En we hopen dan ook dat de gemeente de verdere acties te zijner tijd oppakt ten aanzien van de bomen, parkeren en de looproutes tussen de winkels, ook een aandachtspunt. Verder hebben we begrepen dat de plannen aan de buren is voorgelegd. Goed dat dit vroegtijdig is gebeurd en verwachten dat straks iedereen tevreden kan zijn met het resultaat. Al met al dus een mooie opwaardering voor het winkelgebied in Nieuw-Leuzen-Noord. En we kunnen daarom van harte instemmen met het voorliggende voorstel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Afgelopen zaterdag heb ik nog een paar minuten voorgestaan voor die panden, omdat we daar een boodschap moesten doen. En dan zie je hoe het eruit ziet en dan denk je, ja, dit kan alleen maar opknappen. Dus in die zin zien we dat zitten. En als mensen initiatieven willen nemen om dat te doen en dat in kunnen vullen, dan is dat prima. We hechten er wel aan dat de buurt betrokken blijft en niet alleen maar in kennis wordt gesteld, maar dat ze dus echt hun zegje kunnen doen, dat ze met elkaar kijken wat is haalbaar, wat is zinvol, wat is goed. En dan kunnen we leven met dit voorstel. We staan daar achter. Dank u wel. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Bij de bespreking van de detailhandelstructuurvisie heb ik het stoute plan geopperd van moeten we wel twee winkelgebieden in Nieuw-Leuzen hebben. En heb ik gezegd van moeten we misschien Noord niet opgeven. Maar dat was, in het algemeen was iedereen daar tegen. Dus dan zeg ik van ja, dan moet je nu ook niet te veel zeuren. Als we dat op willen knappen, alleen maar fantastisch. En het uiterlijk knapt geweldig op volgens de tekeningen. En wat dat betreft is er ook heel veel positief woord van mij over de bijvangst, zoals ik dat maar noem. Dat de overkant ook bekeken wordt. Daarom snap ik de kritiek van de heer Jutte niet erg. Want ik denk van ja, het is toch alleen maar meegenomen als er nou ook nog de overkant bij betrokken wordt. En ik vind het erg positief dat er appartementen komen, want dat komt de leefbaarheid en de levendigheid van de buurt te goede. Als je een lange winkelstraat hebt, heb je alleen maar beneden, hè, wat je in sommige grote steden hebt, dat er boven niks meer is, dan wordt dat dood. En daarop dat ik van harte kan instemmen met alle voorstellen. Dank u wel en tot slot de heer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, allereerst dank voor alles. We hebben de tekeningen gezien. Het ziet er goed uit, ziet er mooi uit. We merken dat de projectontwikkelaar de omwonenden goed betrokken heeft bij dit plan. Daarvoor complimenten. We zijn voor het opwaarderen en versterken van winkelgebieden in de verschillende kernen van de gemeente. En daar in dit perspectief kunnen we dit initiatief dan ook steunen. Met als aandachtspunt, waar we net ook over gehad hebben, is de parkeerplaatsen voor de appartementen en de winkels. Dank u wel. Dan denk ik dat ik naar de besluitvorming toe kan. Heeft u nog, naar aanleiding van de inbreng, nu nog iets wat u wilt toezeggen? Nee, hè? Alles is geweest. We gaan naar de besluitvorming. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, burgemeester Baron van Denemstraat, 2a, 2b. En het voorstel is 1 om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van 4 appartementen op de verdieping van het winkelpand, burgemeester Baron van Denemstraat, 2a, 2b in Nieuw-Leuzen. En 2. Deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hier tegen geen zienswijze wordt ingediend. Gaat u daarmee akkoord? Dat doet u allemaal met algemene stemmen. En dan is die aangenomen. En dan sta ik voor de... Ik heropen de vergadering. En ik ga naar agenda punt 8. Verordening OZB afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges 2018. Het voorstel is vast te stellen de verordening onroerende zakenbelastingen 2018, verordening afvalstoffenheffing 2018, de verordening rioolheffing 2018 en de legesverordening 2018. Komt rechtstreeks in de raad zonder commissiebehandeling vooraf, omdat de commissievergadering niet doorging. Dat was de reden. 9 november heeft u de begroting voor 2018 vastgesteld. Daarin is een ramer opgenomen van de belastingheffing voor volgend jaar en om dat mogelijk te maken moeten de belastingverordeningen ook vastgesteld worden. En ook enkele andere wijzigingen worden doorgevoerd en dat staat toegelicht in het raadsvoorstel. Er is vandaag nog een kleine wijziging doorgevoerd vandaag in de legesverordening. Het tarief voor een rijbewijs is door het ministerie gesteld op, let wel, €39,45 in plaats van de €39,65. Dus dat u dat weet. Het heeft ook absoluut een positief effect op het voortschrijdende inflatiecijfer. Besprekingen in 2 ronden, eventuele vragen eerst en daarna een opiniële ronde. Wie van u mag ik het woord geven voor de beeldvormende ronde?
Wie van u heeft daar behoefte aan? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Twee vragen. De eerste gaat over de verbinding tussen wat we bij de begrotingsbehandeling hebben besloten. Namelijk plus 1% plus €68.000 extra opbrengst. Als je dat verrekent zeg maar, met de totale opbrengst, dan zou je kunnen concluderen dat dat ongeveer 2,3% is. Is dat ook hetgene wat de burgers en de bedrijven daadwerkelijk mogen verwachten? Die 2,3% dat dat ook dan op de individuele aanslag te herleiden is. Dat is één. En twee, hoe zit het met de gebruikers van de niet-woningen? Betekent het dat als er een winkelpand leeg staat, dat in ieder geval ook de buren die dan wel een winkelpand beheren en gebruiken, dat die uiteindelijk ook voor die leegstand mee gaan betalen? Is dat het mechanisme wat we toepassen? Dat zijn de twee vragen die we op dit moment hebben. Oké, dank u wel. Anderen nog? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik wil ook even aansluiten bij het punt van de gebruikersbelasting niet woningen. Die stijgt met bijna 18%. Daar heb ik een amperlijke vraag over gesteld, maar er blijven wel vraagtekens. Een van de redenen waarom het 18% moet stijgen, of de voornaamste reden, als voornaamste reden wordt aangegeven de leegstand. Dan zijn er een paar procenten uit andere redenen te verklaren, maar pakweg 15% kan dan nooit vanuit de leegstand komen. Dus we hebben graag een wat nadere toelichting op die 18%. Want wij denken dan niet woningen, dat zijn volgens ons ook al agrarische bedrijven. Nou, 15% leegstand, als je dat om wilt slaan. Dus waar komt die 18% vandaan, met andere woorden? Dank u. Meneer Rooijakkers, D66. Ik heb een vraag ten aanzien van de presentatie van de tarieven, onder andere van afvalstoffen. Het is gewoon handig als raadslid, als je de tarieven voorstellen krijgt voor 2018, dat je daarnaast die van 2017 hebt. Dan hoef je daar niet zoveel over terug te zoeken. Misschien dat ik dat de volgende keer kan. En bij de begrotingsbehandeling heb ik een opmerking gemaakt over de begroting hiervoor. Daar kreeg ik alleen de raad niet mee. Maar dat was mijn punt over het feit dat de restafvalbehandeling door Rova een ongelooflijk goed contract is afgesloten een paar jaar geleden. En dat is pas zeer recent is dat ingegaan en ik heb het effect er niet van gezien en ik zie het ook niet bij de stukken. Maar daar wil ik het wel bij laten. Oké, dat laatste is een mededeling eigenlijk. Wethouder van Leeuwen, heeft u mee kunnen schrijven? Mag ik u het woord geven? Ja, dat mag u, voorzitter. ChristenUnie, 2,3%, kunt u dat één op één op uw aanslag terugzien? Het antwoord is nee. Omdat wij ook niet één op één deze heffingen doen. Er zijn verschillende tarieven. En voor iedere groep wordt er een inschatting gemaakt van wat er voor komend jaar te verwachten valt. Het kan dus zijn dat bij de ene categorie het... ik noem even voorbeelden. 1,4% is en bij een andere categorie 4%. Maar gemiddeld komt het dan op dat bedrag uit. Meebetalen bij leegstand. Ja, dat is al jaren het geval. Zo gebeurt dat hier in Dallassen. En dat is echt al heel lang. Dat is dus ook het antwoord naar CDA. 18%... is leegstand dan de grootste compartiment? Ja, dat durf ik u niet uit mijn hoofd te zeggen. Maar als u dat als antwoord hebt gekregen, er komt ook bij dat er een foute, maar dat heeft u volgens mij ook in de beantwoording van uw vragen gekregen, dat er een foute inschatting was gemaakt. En het is dus ook een stukje een inhaalslag van een fout die in het verleden is gemaakt, te laag ingeschat. De vraag van D66 begrijp ik. Ik denk dat dat een verbetering zou zijn voor de leesbaarheid. Dat wil ik wel meenemen. Restafval is inderdaad een goed contract afgesloten. Maar wij hebben de afgelopen 4-5 jaren hebben wij geput uit een reserve. En daaruit is het tarief kunstmatig laag gehouden. En die reserve die loopt op een gegeven moment leeg. Als die niet gevuld wordt, is het op. En dan is er nog maar één oplossing en dat is de tarieven verhogen.
En dan weegt dat niet op tegen het contract wat... Ik ging daar namelijk ook vanuit. Ik denk, nou, een hartstikke mooi contract. Dat levert ons zoveel geld op. Maar niets was minder waar. Want we hebben de afgelopen jaren gewoon de zaak gesubsidieerd vanuit een reserve. En die is eindig. En dus moeten we nu deze verhogingen doorvoeren. Nog vragen in tweede instantie? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank voor het antwoord. Het antwoord wat we gekregen hebben over het niet gehaalde totaalbedrag, dat is uiteindelijk, gaat het daar maar om het verschil van 25.000. Dat is 3,5%. Dat corrigeren door een verhoging van 18%, ben ik nog steeds de weg kwijt. Wethouder? Ja, ik kan dat niet anders vertellen dan wat ik nu gezegd heb, want u moet mij niet kwalijk nemen dat ik niet inhoudelijk precies tot op het percentage precies weet waar een verhoging vandaan komt. Ik weet niet beter dan dat er een deel is veroorzaakt door leegstand en een deel door foute inschatting in het verleden. En er zullen misschien nog de 1% sowieso voor, dat is nog geen 18%, dat snap ik ook wel 1%. Tariefsverhoging. Maar dat antwoord moet ik u echt op dit moment schuldig blijven. Dat kan ik nu niet produceren. Nee, nou verwacht ik ook niet van u. Maar bent u met mij eens dat dit in ieder geval een rare verhouding oplevert? Zou u in ieder geval ons van dienst kunnen zijn en toch een wat betere invulling, een betere verantwoording van die 18% overhandigen? Ja. Dank u. Okay, dus dat is een toezegging, die komt op het rust, neem ik aan. En de samenstelling van die 18% verklaart. Dat is in feite waar het om gaat. Oké, anderen nog? Opinievorming? Geen behoefte aan? Ja, opinievorming, meneer Lochtenberg? Ja, niet veel bijzonders. Het is buiten dit antwoord waar we nu even niet meer verder kunnen. De rest is akkoord wat ons betreft. Dus prima. Nee. Meneer Veldhuis? Laat u zich mee aan, neem ik aan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de afgelopen jaren die staan in het teken van herstel van onze economie. En ook die in Dalfsen. En we zien dat de middenstand druk bezig is om het hoofd boven water te houden. En juist dan moeten we ervoor zorgen dat we als gemeente de voorwaarden gaan creëren om ervoor te zorgen dat die middenstand sterker kan worden. En wat we in het voorliggend voorstel zien, is dat een groot gedeelte van deze groep, de gebruikers van de niet-woningen, een onevenredige lastenverzwaring krijgen. Een verhoging van de gebruikersbelasting voor niet-woningen van bijna 18%, dat is net al een paar keer genoemd. Dit zijn de huurders van de winkelpanden in de gemeente. Ja, u geeft aan dat het als een van de redenen wordt aangegeven dat dit komt door leegstand. Maar dat maakt het ook voor ons nog steeds niet minder goed te begrijpen. Waarom moet er rekening hiervoor neergelegd worden bij een groep die hier eigenlijk geen invloed op kan uitoefenen? U geeft aan dat dit komt door de verrekeningswijze zoals we dat nu doen. Ja, misschien moeten we erover nadenken om die aan te passen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de middenstand zwaardere lasten krijgt zonder dat er iets tegenover staat. En nou wil ik het woord ondernemertje persen niet gebruiken, maar we vragen ons wel af waarom de verhoging van dit deel zo sterk moet zijn. We zien dus de verhoging van die 17,9%, die zien we niet zitten. We vragen de wethouder om te onderzoeken of er ook misschien een ander alternatief daarin mogelijk is. En voor de andere onderdelen van het voorstel, daar gaan we wel mee akkoord. Maar dit onderdeel specifiek niet. Dan moet u nog even goed nadenken over wat u gaat doen. Want u stemt over het geheel. Dus u moet dan een afweging maken. Ik kijk even naar anderen. Is daar nog behoefte aan? De heer Lochtenberg heb ik gehoord. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Twee opmerkingen. Allereerst toch ook wel over die niet-woningen. Ik weet trouwens ook niet of dat betekent dat het tarief 17% stijgt. Dat betekent niet dat de aanslag 17% stijgt, volgens mij. Dat wordt weer gecorrigeerd met de waardevermindering. Dus het ligt allemaal gedifferentieerder. En dat brengt me ook meteen bij het tweede punt. Het is verdraaid lastig om vanuit de begroting, waar we eenvoudig spreken over 1% verhoging. Toevallig hadden we dit jaar ook nog die 68.000 erbij. Maar het is verdraaid lastig om de vertaling te maken van zo'n eenvoudig percentage naar het voorstel wat er nu ligt.
Je ziet het ook aan alle vragen die gesteld zijn, ook in de voorronde al. En dat gebeurt eigenlijk elk jaar. Ons verzoek zou zijn om daar eens over na te denken, om die aansluiting tussen het besluit van de begroting en dit voorstel iets wat beter uit te werken en dat toegankelijker te maken. Want het is, we hebben een controlerende taak als raad, maar dit is gewoon niet te controleren. Dan moet je wel echt superexpert zijn, wil je dit voor elkaar krijgen. Dan kun je zeggen, nou vertrouw er maar op dat het goed is. Nou, dat doen we ook niet zomaar. Daar hebben we natuurlijk in het verleden ook bij de GWLT al een paar voorbeelden van gehad, dat je niet zomaar kan vertrouwen. Dus we hebben zoiets van, is er een optie om dat eens uit te werken om de vertaling van het percentage naar dit voorstel iets wat toegankelijker te maken. En dan ook te vertalen in de zin van, wat betekent dat nou voor die individuele aanslag? Want uiteindelijk is dat waar burgers om verlegen zitten. Dat ze weten van, krijg ik er nou 1% extra belasting bij? Of wordt het meteen 4%? Of helemaal niet? Dus er blijft wel een wat grijs gebied om dit te beoordelen. We gaan er voorlopig maar vanuit dat de vertaling gewoon goed is gemaakt. Ik bedoel, ik heb ook geen reden om aan te nemen dat het nu niet goed is, maar het is niet te controleren. Althans, heel moeilijk te controleren. Anderen nog? Ja. Meneer Hoijakkers. Ik wil daar kort op aansluiten, voorzitter. Ik ben het daarmee eens. Anekdotisch is het zo dat mensen denken van, goh, in de afgelopen jaren mijn huis is in waarde gedaald. Nou, dan zal het wel goede consequenties hebben voor mijn WOZ. Nee hoor, want we gaan het percentage dan verhogen. En andersom zou het moeten zijn als de waarde van het huis stijgt. En wij nemen als raad een besluit dat we 1% toenemen qua totale som, dat dan het percentage gaat zakken. Zo zal het ook wel zijn. Maar dat is precies wat de heer Nijkamp zegt, van soms is dat lastig te begrijpen. En aan de andere kant ligt hier ter stemming voor de vaststelling van al die tarieven. Tussen nu en eind van het jaar zal al die uitleg ook van die 17% of 18% stijging voor niet bewoonde panden wel moeilijk te geven zijn. Dus ik stel eerlijk gezegd voor om gewoon dit in stemming te brengen en dan het college te vragen om die uitleg te geven. En ook te kijken of dat misschien voor het jaar daarop eventueel iets anders te bedenken is dan het omslaan over de gebruikers van winkelpanden van de leegstand. Ja. Ik geef daar nog even het woord ook aan de wethouder. Maar eerst nog de heer Klein-Koolkamp en ik heb ook nog één opmerking, wethouder. Dit agendapunt ligt voor. Gezien de toezegging van de wethouder in zaken die 18% richting CDA en ook het relaas van de heer Nijkamp, kunnen wij verder instemmen met dit agendapunt. Voorzitter. Meneer Lochtenberg, ik dacht dat u al geweest was. Maar goed. Ja, klopt ook wel. Alleen, ik wil graag even vanaf mijn gevoel, want ik merk dat hier en daar over gesproken wordt over de huurders van winkelpanden. Maar gezien de grootte van het bedrag, hier hebben we het dan gewoon over de gebruikersdeel van alle bedrijfspanden. Dus dat zijn inclusief agrarische bedrijven alles. Ik denk dat de wethouder dat wel weet. Dat is een vraag. En misschien kan de wethouder daar dadelijk een ja of nee op zeggen. Ik zou u, wat u aan het doen bent, meneer Nijkamp vooral, en meneer Hoijakkers in die zin ook, is dat u de systematiek ter discussie stelt. Dat is iets anders dan de uitkomst van die systematiek. Dus dat klinkt misschien een beetje flauw, zal ik het zeggen, maar dat is een ander agendapunt. En we hebben nu een systematiek die er altijd voor gezorgd heeft dat in ieder geval de inkomsten voor de gemeente stabiel waren. En dat bij gelijkblijvende situaties de kosten voor de bewoners ook stabiel bleven. Dat is de systematiek, daar is op gekoerst. En natuurlijk heb je fluctuaties. De vraag is nu, die ik aan u beiden stel, wilt u de systematiek ter discussie stellen? Want dan moet u daar een keer initiatief toe nemen, of u moet dat aan de wethouder ook als zodanig vragen. En dan krijgen we een heel andere discussie, denk ik. En die moet dan ook vroegtijdig gevoerd worden. Die kun je dan niet in december voeren. Want dan moet dat een keer in februari, maart, april, mei in ieder geval. Heb ik u zo begrepen, meneer Nijkamp, of niet? Nee, het punt is ook niet zozeer van dat we de systematiek ter discussie willen stellen. Maar hij is gewoon bijna niet te volgen vanuit het eenvoudige begin van 1% naar wat nu voor ligt. Dus wat mij betreft akkoord om het op deze manier te doen.
Alleen het zou wel goed zijn om dat controleerbaar te maken. En zoals het nu voor ligt, nou, dat is... Stel niet de systematiek als zodanig ter discussie. U hoeft ook niet te weten voor elke individuele woning wat het effect is, want dat is natuurlijk afhankelijk van heel veel variabelen. Maar u wilt in staat zijn om te kunnen toetsen op de wijze waarop de systematiek is toegepast. Dat is een feit wat u vraagt. Nou, de systematiek is niet te volgen. Ja, dan moet ik een keer op terugkomen, dan geeft de wethouder daar het woord. Maar of u stelt de systematiek ter discussie omdat die niet te volgen is, of u accepteert de systematiek als zodanig. Beide opties zijn open. Het enige wat ik u probeer aan te geven, dat als u de systematiek ter discussie stelt, wat natuurlijk kan, omdat die niet te volgen is, dan moet dat vroeg in het jaar. Dat kun je niet in december. Meneer Royakkers. Dat is ook het voorstel van de heer Royakkers. Ja, dat moet je dus nu ook niet meer gaan doen. Maar ik wil wel het punt gemaakt hebben van dat het verdraaidlastig te volgen is. En wat ons betreft zou je daar volgend jaar eens een keer over na kunnen denken van hoe je dat toegankelijk kan maken. Okay. Wethouder, aan u deze niet eenvoudige opgave. Nou, het valt mee, voorzitter. Om te beginnen heeft de heer Nijkamp al aangegeven dat hij mij vertrouwt op mijn blauwe ogen, waarvoor hartelijk dank. Ik begrijp uw vraag. Op het moment dat je zegt, we gaan het bij de begroting met 1% of 1,5% of welk percentage dan ook verhogen, dan rolt daar een bedrag uit. Nou, laten we eens aannemen dat dat een 250.000 euro zou zijn. En dan zegt u, dan zou ik heel graag zien waar die 250.000 euro, bij welke categorie die weggehaald wordt en wat voor consequentie dat voor die doelgroep heeft. Dus bijvoorbeeld eigenaren woningen. Niet-eigenaren woningen, eigenaren van niet-woningen. Dat is wat u zegt. Want dan zegt u van nou, en als ik dan dat sommetje bij elkaar optel, dan moet ik op die 250.000 euro komen. Vertaal ik het zo goed? In essentie wel. En het tweede wat we eraan gekoppeld hebben is van, wat betekent dat nou gemiddeld gezien voor die... Ja, precies. Voor die grote groepen, dus die grote middengroepen. Er zijn natuurlijk altijd extreme. U geeft zelf ook aan van, nou, dat kan wel tussen de 0 en de, of 1 en de 4% liggen. Ja. Nou, dat we daar wat gevoel hebben. Maar ik vind dat geen onredelijk verzoek. En volgens mij zouden wij toch redelijk eenvoudig in staat moeten zijn om de raad daarin te faciliteren. Nou ja, dat is een andere. U was mij even voor, want ik proefde daar ook dat echt het fundament van de wijze waarop de belasting wordt gegeven, dat ter discussie wordt gesteld. Nou, dat is prima om die discussie met elkaar te voeren. Maar die zou ik dan uiterlijk bij de perspectiefnota gevoerd willen zien. Want het heeft consequenties voor het begroten. Dat was ook de bedoeling, voorzitter. En niet nu. Oké, dus u kunt dat doen als u dat wilt, wethouder. U kunt ook later... Nou ja, dan zal... dit is een systematiek die wij al... Nou, toen ik in 2006 als raadslid aantrad, gebruikten wij deze systematiek reeds. Dus als de raad deze systematiek wenst te wijzigen, dan wacht ik even op een initiatief van de raad. Initiatief van de raad. Oké, prima. Dat is helder. Daarmee zijn volgens mij alle onderwerpen af en toe aan de orde geweest. Kan ik naar de stemming toe? Meneer Veldhuis, u heeft helder dat u over het geheel moet stemmen. Hè? Dus u moet kiezen hoe zwaar u het laat wegen. Ja, dat snap ik. Dus, daarmee kan ik tegen, voor of onthouden. En dat kunt u trouwens... Onthouden mag dat niet? Nee, u kunt altijd voor en u kunt altijd tegenstemmen. Onthouden lukt niet. Dat is namelijk gewoon wettelijk niet toegestaan. U heeft een stemplicht. Ja, ik weet hoe vervelend dat soms kan zijn. Voorzitter, mag ik het antwoord van de wethouder nog op mijn aanvullende vraag? Herhaal het nog even voor mij, want ik zie de wethouder ook kijken. Nou, gezien de discussie inderdaad, er ging even over een aantal sprekers leek te denken dat het bij de gebruikersbelasting niet woningen gaat om de huurders van winkelpanden, SEC. En mijn stelling is van het gaat over het gaat om alle bedrijfspanden. Alle bedrijfspanden, juist. Ja. Oké, dank u. Mag ik naar de stemming? Want alles liep door elkaar nu. Verordening OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges 2018. Het voorstel is vast te stellen de 1. Verordening ongewild zaakbelasting 2018. Verordening afvalstoffenheffing 2018.
verordening rioolheffing 2018 en de lezersverordening 2018. Wie zijn daar voor? Dat zijn alle fracties met uitzondering van de VVD. En daarmee is het voorstel aangenomen. Had u door, meneer Veldhuis, dat ik u niet eens de kans gaf om u te onderhouden? Dat is wel grappig. Ja. Dan ga ik naar agenda punt 9. Bijstelling nota reserves en voorzieningen. Komt rechtstreeks in de raad. Zonder commissiebehandeling vooraf. En ook hier weer omdat de commissievergadering van 11 december niet doorging. En bespreking in twee rondes. Nou ja, ik kan van allerlei dingen zeggen. Maar dat doe ik gewoon niet. Kijk even rond. Wie van u heeft behoefte? Vooraan, CDA. Dank u wel, voorzitter. CDA-fractie heeft drie vragen. Ten eerste, wat zijn nu de argumenten om niet te kiezen voor een equalisatiereserve? Er wordt verwezen naar de argumenten, maar wij zien daar alleen een opsomming van reeds gemaakte afspraken. Wat is nu de daadwerkelijke argumentatie tussen de voor- en de nadelen van een equalisatiereserve? Dit horen we graag van de wethouder. Ten tweede, is het mogelijk om een minimale hoogte in te bouwen van bijvoorbeeld 500.000... met de afspraak dat de raad wordt geïnformeerd als de reserve daar lijkt onder te geraken? En ten derde, in het overzicht zien wij een post opgenomen voor verbouwing MO. Er wordt verwezen naar de invoerbedrijf. Blijkbaar is ons dit in de vergadering van 25 september ontgaan. Daar stond inderdaad een vertrouwelijke mededeling met als omschrijving huisvesting eenheid MO. Maar wie bedenkt dat er bij zo'n omschrijving een verbouwing betreft die ten laste gaat van de reserve sociaal domein? Wij in ieder geval niet. Volgens de CDA-fractie is deze reserve niet bedoeld om verbouwingen van het gemeentehuis uit te betalen. Dit moet toch ten laste van huisvesting of ten laste van een vervangingsreserve eigen gebouwen? Ik weet, wij komen nu weer met die vervelende vraag die in de aanleiding van de begroting nog uitgezocht moet worden. Maar de CDA-fractie vindt het erg vreemd om een verbouwing ten laste van een reserve te doen die is bedoeld voor onze inwoners. Als ik mijn keuken of badkamer wil verbouwen, haal ik het geld toch ook niet van de rekening van mijn kinderen? Kan de wethouder dit besluit van het college toelichten? Dank u wel, mevrouw Ramerman. Nou, er zijn wel kinderen die het geld van de rekening van hun ouders halen, omdat ze hun badkamer gaan verbouwen. Ja. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik wil graag aansluiten bij mevrouw Ramerman, daarom zat ik met mijn vinger omhoog. Want toen deze commissie niet doorging, toen werd ons ook een beetje onthouden dat we hierover een forse discussie in de commissie konden hebben. En toen heb ik mevrouw Ramerman gebeld. Ik denk, ik heb iemand nodig die samen een stevige positie inneemt. En zij komt met een hele goede beeldspraak. Ik sluit me daarbij aan. En het lijkt mij ook heel raar dat die verbouwingskosten op deze rekening gaan. En voor het overige heb ik geen opmerkingen of vragen bij deze nota. Anderen nog? Kijk even op meneer Veldhuis. Ik sluit me aan bij vorige sprekers hierover. En ook voor ons geldt, we hadden ook dezelfde vraag die het CDA ook had. We hebben het raadsvoorstel drie keer doorgekeken om te lezen van welke argumenten daar aan de basis liggen om die egalisatiefunctie toe te kennen. En wij zijn er ook niet uitgekomen, dus wij hopen ook dat de wethouder ons dat nog een keer even kan uitleggen. Dan gaat dit specifiek, want ik was even met de griffier in overleg, met bijlagen, noodreserves en voorzieningen. Dit gaat specifiek over de verbouwing van MO. Dan is het eigenlijk logisch dat ik de heer Uitslag het woord daarop geef. Bent u dat met me eens, meneer Uitslag? U mag het ook beide doen hoor, maar het is... Twee van de vragen gingen ook over het systeem. Egalisatiereserve en... Maar ik ga gewoon proberen alles te beantwoorden en dan doe het gewoon collegiaal. Hè? Waarom egalisatiereserve niet? En is een omgrens van 500.000 bijvoorbeeld wel mogelijk? We kiezen er in ieder geval niet voor, omdat je op het moment dat je een egalisatiereserve hebt, je ook weer moet aanvullen. Een verplichting. Dat maakt je ook een stuk minder wendbaar. Daar waar we nog maar een paar jaar hebben. Voor zover die reserve beschikbaar is. En het dwingende karakter van de egalisatiereserve heeft ons toen besloten om dat niet te gaan doen.
Dat zet ons te veel vast. Als we kijken naar de andere ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen. Uw tweede voorstel, klinkt ook een stuk sympathiek. We willen die reserve hebben en daarmee willen we een zekerheid hebben dat we inwoners waar we mee aan het werk zijn, waarvoor we werk doen, dat we transformaties achter landen kunnen brengen, geven. Dat klinkt in dat kader ook een stuk sympathieker. Hè? Dat u een signaal krijgt als raad van, nou, u gaat nu onder. Nu kunt u expliciet als raad een keuze maken of u de reserve wil aanvullen of niet. Maar dan heeft u ook als raad de vrijheid ook voor uzelf genomen. En daarmee past er ook een stuk beter, wat ons betreft. Voor wat betreft de verbouwing MO uit de reserves, en waarom dan toch wel? Mooie beeldspraak. En daar voel je ook gelijk heel erg schuldig. Misschien vooropgesteld. De verbouwing zoals die betaald is, past uit de omschrijving het doel zoals u als raad ons hebt meegegeven. Dus dat is stap 1. We hebben niet onrechtmatig gehandeld en hebben daarmee ook richting accountant geen probleem. Maar de belangrijke vraag, waarom hebben we het zo gedaan? En dat heeft eigenlijk wel een hele pragmatische achtergrond. We zaten vlak voor de zomervakantie, of juni, hè, zoals u weet, was ik toen ook nog niet zo heel lang aangetreden. Toen we hierover spraken in het college, over de verbouwing, de noodzakelijke verbouwing van interieur van MO, de afdeling maatschappelijke ondersteuning, die, zoals je alle weet, als gevolg van de decentralisaties, met nogal wat extra personeel te maken gekregen heeft. Dus zaten daar gewoon te krap. Daar moest dus op korte termijn ook geschakeld worden. Alles was ook in gereedheid gebracht. En daar moesten we ook gewoon mee beginnen. We konden twee dingen doen. We konden het uit de algemene reserve halen. Maar dat impliceerde dat we eerst langs de gemeenteraad mogen gaan om dat te gaan doen. Wat betekent dat we ongeveer nu, nou misschien november, september, erover hadden kunnen beslissen. En pas dan nu konden beginnen met de verbouwing. Tot de verbouwing nu al gereed is. Ja, we hebben er toen voor gekozen om het argument van snelheid, wetend dat het uit het reserve sociaal domein kon, mag, hè, de kaders van de raad geven die ruimte daarvoor. Het heeft nadrukkelijk te maken met de decentralisaties en de uitvoeringskosten daarvan. Hebben we gemeend om het wel in gang te zetten, maar het ook expliciet aan uw raad voor te leggen. En ik kan me voorstellen dat de omschrijving en het moment waarop niet helemaal helder voor de geest gekomen is. Daarom heb ik het nu ook nog een keer weer expliciet naar voren gebracht. Ik heb op twee momenten u als raad hierover geïnformeerd. En bij de jaarrekening had het waarschijnlijk nog een keer gedaan. Maar goed, we spreken er nu over. Om ook gewoon u wel de kans te geven om ons daarop terug te fluiten, mocht u vinden dat het niet zo is. Dus omwille van de snelheid hebben we voor deze variant gekozen. Omdat we echt, en dan ook echt te krap zaten en die mensen op de eenheid, nou juist voor die doelgroep wel aan het werk moesten. En het gewoon echt niet goed ging. Door hoeveelheid mensen in verhouding tot het aantal werkplekken. En dat is de verklaring. Heel pragmatisch. Snelheid gekozen. Om daarmee sneller kwaliteit te kunnen blijven leveren. Mocht u als raad vinden dat wij daar weliswaar naar de letter goed gehandeld hebben, maar dat u iets anders heeft beoogd, dan staan we er open voor en dan is er ook natuurlijk aan u. Dan zijn er twee momenten. Dan kunt u bij de jaarrekening, waar we dus verantwoording afleggen over het hele jaar, inclusief de reserves, zodat we dat kunnen herstellen. Zou u ons kunnen opdragen om dat te herstellen. Maar goed, u kunt ook anders besluiten. Dat laat ik graag aan u. Is alles beantwoord? Het is niks blijven liggen, toch, meneer Van Leeuwen, vanuit uw invalshoek? Nee, ik denk dat de collega Uitslag het correct heeft. Dat het meest voor de hand liggende moment de jaarrekening zal zijn, het vaststellen van de jaarrekening. Ik ben ook van mening dat binnen de kaders die we gekregen hebben van de Raad voor wat betreft de reserve, dat daar binnen geopereerd is. Het zijn kosten die direct voortvloeien uit de veranderingen binnen het sociaal domein. Die waren noodzakelijk om door te voeren. En een egalisatiereserve, terecht door de heer Uitslag aangegeven, dat moet je niet willen, want die moet je dan iedere keer bijstorten. Maar als je tekort komt, moet je het er ook uithalen.
Het heeft de enorme voorkeur om dat gewoon vanuit de algemene reserve te doen zoals we dat tot te doen gebruikelijk is. Kom je tekort in het sociaal domein, stort je het erin. Heb je over, dan stort je het weer terug. En zo hebben we het tot nog toe gedaan en volgens ons is dat een uitstekende methode. Oké. Okay. Voldoende qua beantwoording van vragen? Voorzitter. Ja, meneer Nijkamp. Toch nog even over die egalisatiereserve. Want het idee daarvan is tevoorschijn gekomen op het moment dat we uit dat regionale afspraken zijn gestapt. Daar hadden wij jaarlijks een zeker budget voor begroot. Waren we ook zeker kwijt aan de regio. Dat werd pas achteraf verrekend, geloof ik. En toen is op een gegeven moment het idee ontstaan van, moeten we dat niet intern oplossen? Als je dat nu dus zegt van, dat gaan we dus niet doen als gemeente, dat betekent dat je de risico's die je loopt, bijvoorbeeld rondom jeugdzorg, direct in de exploitatieresultaten terugvindt. De vraag is van of je dan niet beter over een reserve kunt beschikken waarvan je zegt van, nou, die is er ook voor, dan dat je vervolgens een discussie voert over allerlei tekorten die gaan ontstaan. En wij vinden de zorg in die zin wel van belang dat je daar ook wel op een goede manier een ruimhartig invulling aan kunt geven. Dus het is een keuze. Je neemt dus de risico's nu op in je exploitatie. Mag ik daarop aanvullen, voorzitter? Ja, waarbij ik het wel fijn zou vinden als dadelijk de wethouder nog één keer uitlegt dat het geld wel gereserveerd is, maar niet in de bestemmingsreserve. Mevrouw Rameman. Nou, ik denk dat mijn verhaal wel een beetje aansluit bij de ChristenUnie. Als we zeggen we gaan een ondergrens in ieder geval inbouwen van 500.000, dan hebben we in ieder geval dat bedrag gereserveerd voor jeugdzorg, mocht het nodig zijn. En alles wat daarboven is, mag dan eventueel afgerond worden naar de algemene reserve, maar daar hebben we in ieder geval een ondergrens. Wethouder van Leeuwen. Ik ben het niet eens met de heer Nijkamp dat risico, dat we willens en wetens naar een risico lopen. Omdat we met name binnen de jeugdhulp ten eerste toch echt even de jaarrekening moeten afwachten. Want dan weten we wat er daadwerkelijk aan besteed is. Dat weet ik nu niet. De signalen zijn dat we daar, maar nogmaals, het zijn signalen dat we daar mee uit gaan komen, dat we er ook nog wel iets op overhouden. En ik stel u echt voor om bij het vaststellen van de jaarrekening dit soort beslissingen te nemen, want dan beschikt u over de juiste cijfers. Hebben we geld overgehouden bij jeugdhulp? En zo ja, hoeveel willen we daar dan van reserveren om een toekomstige tegenvaller, eventuele tegenvaller, op te vangen? Op dit moment, en hoe sympathiek het ook klinkt, praten we over iets waarbij we geen cijfers hebben. En dat vind ik niet verstandig. Voorzitter, nee. Toch nog daar even op reageren. Want, wat de wethouder uitspreekt is een verwachting van het lopende jaar. En daar zal u ongetwijfeld gelijk in hebben, maar een egalisatiereserve heeft nou één keer de karakteristiek dat het over meerdere jaren gaat waar relatief grote fluctuaties kunnen plaatsvinden. En daar gaat het juist om, van dat je daar een antwoord op hebt. Misschien kan u daar nog dan even op ingaan van, lopen we dan nu die risico's en die exploitaties en moeten we dat achteraf rechttrekken uit de algemene reserve? Of hebben we daar gewoon in de exploitatie een bestemmingsreserve waar je gewoon op de goede manier mee om kan gaan. En we weten dat de jeugdzorg behoorlijk kan fluctueren. Tenzij dat inmiddels van de baan is, maar daar heb ik nog niks van genomen. Wethouder, hebben we een bestemmingsreserve die we kunnen inzetten op het moment dat er tegenvallers zijn? Op dit moment heeft u die bestemmingsreserve. En die is gewoon aanwezig. Maar ik ben met u eens dat je erover moet nadenken of je vindt dat dat een voldoende grote buffer is. Maar nogmaals, dat moeten we even bij de jaarrekening bekijken. Dat is echt mijn advies. Want dan heeft u de harde cijfers en weet u precies waar u over praat. En zou het denkbaar zijn, wethouder, dat u nog een keer schriftelijk uitlegt wat nou het verschil is tussen een egalisatiefonds of een egalisatiereserve en een bestemmingsreserve, of in ieder geval een bestemming? Omdat ik het gevoel heb dat ook dat niet helder is in de discussie nu. En ik kan me niet voorstellen dat de Raad op dit moment wil beslissen om een egalisatiereserve
in het leven te roepen, zonder dat ze daar inhoudelijk op voorbereid is. Maar het zou ook kunnen zijn dat we gewoon begrippen door elkaar lopen. Ja, ik vraag u dus een toezegging. Ik denk dat dat een goede aanvulling is, voorzitter, om daar het verschil nog eens even duidelijk op papier te zetten. Want het sociaal domein is meer dan alleen de jeugdzorg. Dan moet je wel heel goed omschrijven wat je wel en wat je niet onder zo'n egalisatiereserve onderbrengt. Maar ik wil u toezeggen om dat nog eens even netjes uit te werken. Dat we begrotingstechnisch snappen wat het is. En dat begrotingstechnisch duidelijk moet worden. Oké. Daarmee heeft u die toezegging gedaan. Weliswaar mijn verzoek, maar dat mag ook, denk ik. En u heeft aangegeven dat het besluit, alle besluiten nog genomen kunnen worden tijdens de discussie over de jaarrekening. En de wethouder heeft aangegeven dat hij niet principieel zit in de vraag waar de verbouwing van de MO nu terecht moet komen. Zo heb ik de wethouder uitslag in ieder geval verstaan. Daar wil ik nog wel even wat, daar hadden we nog niet verder over gehad, want daar hebben we nog een abonnement voor. Nou, dan heeft u daar een abonnement voor. Maar in ieder geval weet u al dat de wethouder daar niet. Niet zwaar aan tilt. Nee, daarom. Dus dat komt goed. Ja, komt u maar met een amendement dan, als u wilt. Maar voorzitter, is het niet mogelijk om dat bij de jaarrekening te doen? Ja, dat kan wel, maar ze dienen het nu in, wethouder. Ja, maar dus, dat is mijn vraag aan mevrouw Rameman. Om dat gewoon te doen op het moment wat in de cyclus van PSC het meest... Nee, wacht. Over de organisatiereserve. Ik stel voor dat we echt even naar het amendement kijken. Dan weten we waar we het over hebben. Dan een beeld. En dan krijgt u alle gelegenheid, wethouder, om daar iets over te zeggen, want ik ken het amendement ook niet. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders DD 14 november 2017, nummer 701, gehoord de beraadslagingen over het agendapunt bijstelling noodreserves en voorzieningen, overwegende dat de kosten van de verbouwing van de afdeling MO te lasten gaan van de reserves sociaal domein, stelt de Raad voor te besluiten verbouwing MO te lasten van de reserve sociaal domein te schrappen en te vervangen door de gemaakte kosten voor de verbouwing MO te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar in plaats van uit de reserve sociaal domein. En de indieners zijn, neem me niet kwalijk, de indieners zijn mevrouw Rameman, de heer Royakkers, de heer Veldhuis, de heer Nijkamp en de heer Kleine-Koerkamp. U mag er nog iets van vinden, wethouder, maar dit is wel een vrij overtuigend aantal indieners. We komen er zo op terug. Toelichting. Volgens de indienende partijen past de voorgestelde onttrekking niet bij de bestedingsdoelen zoals deze destijds bedoeld zijn bij het inzetten van deze reserve. Deze reserve is bedoeld om tijdelijke extra uitvoeringskosten om mogelijk nadelige gevolgen voor cliënten tijdelijk op te vangen en tijdelijk extra invoeringskosten die noodzakelijk zijn om een goede implementatie van de nieuwe taken te waarborgen. Bij dit laatste gedachtenstreepje is het nooit de bedoeling geweest om hier verbouwingskosten van de afdeling mee te dekken. Zover natuurlijk. Vindt u het goed dat ik de wethouder laat reageren? Wethouder. Nou, twee dingen. Daarmee is de reserve zeer toereikend voor het eventuele tekort op jeugdzorg. Ik ben blij van mening dat je dit bij een jaarrekening doet, want je kunt het saldo van de jaarrekening hier ook voor bestemmen. Nou ja, dat zal dan nu vrijvallen op een andere wijze. Wethouder, wat u zegt, dus het geld verdwijnt niet. Dus het is linksom of het rechtsom. Meneer Royakkers, D66. Ik wil er nog een korte toelichting op geven. Want aan de ene kant is het een principieel punt. Dat we zeggen van, daar kan hij niet voor bedoeld zijn geweest. Dat is niet in de geest zoals we dat hebben afgesproken. Aan de andere kant is een dergelijke verbouwing iets wat je voor 20, 30 jaar doet. Feitelijk zijn het geen kosten, het is een investering. En als over een aantal jaar blijkt dat die ruimte op een andere manier gebruikt kan of moet worden, omdat er in een sociaal domein minder spreekkamers nodig zijn of wat dan ook, dan kun je dat ook doen. En dan hoort het gewoon bij de algemene faciliteiten die het gemeentehuis levert. En dat is ook het idee. Het zijn geen kosten op korte termijn, het is een investering. Mag ik daar nog even op reageren, voorzitter? Ja, meneer Kleinkoerkamp, en daarna probeer ik je een knop. Is het woord verbouwingskosten dan niet helemaal correct in dit amendement? En moeten we daar niet een soort inrichtingskosten van maken? Want het is niet, want verbouwing, dan zeg ik, we zetten daar muren neer. Maar er zijn ook bureaus, er zijn ook andere zaken aan de orde gekomen die daarvan betaald zijn. Weet u, ik ga het gewoon heel praktisch doen. We kunnen hier lang over praten.
Maar het college geeft aan dat de accountant volstrekt helder is geweest in het beoordelen van de rechtmatigheid van deze keuze. Nou, daar kunt u anders over denken, maar dat zegt de accountant. En nou, daar hebben wij best een hoge pet van op. Gelijktijdig zegt u dat het niet uw bedoeling was. Dat is intentioneel. Dan gaat het niet over de vraag of het rechtmatig is, maar dan gaat het over de vraag of dit de intentie was van de raad. En de raad zegt, dit was niet onze intentie. Zullen we dat gewoon uit elkaar halen? Rechtmatigheid versus intentie. En zullen we daar ook gewoon dan even dat zo constateren met elkaar? U had een andere bedoeling en die maakt u nu kenbaar. Daar kunnen we uren over praten, maar we kunnen dat ook gewoon zo constateren. Ik zie ook nog eens een keer dat volgens mij de voltallige raad dat doet, met uitzondering van de heer Wildvank. Omdat hij er niet is. Maar anders had hij dat ook gedaan. Ja, de wethouder, zult gewoon maar als een politiek feit accepteren. Het scheelt een boel tijd. Is dat goed, meneer Van Leeuwen? Ja, nou, dan gaan we gewoon, dan ga ik nu naar de besluitvorming toe. Hè? Zullen we gewoon naar de besluitvorming gaan? We beginnen met het amendement gelijk. Dat zal niet subtiel zijn wat ik doe, maar volgens mij wel effectief. Gehoord de beraadslagingen over de agendapunt, bijstelling noten, reserves en voorzieningen, overwegende dat de kosten van de verbouwing van de afdeling MO ten laste gaan van de reserve sociaal domein, stelt de raad voor te besluiten verbouwing MO ten laste van de reserve sociaal domein te schrappen en te vervangen door de gemaakte kosten van de verbouwing MO te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar in plaats van uit de reserve sociaal domein. Wie stemt daarvoor? Dat doet hij allemaal. Dan is het amendement aangenomen. En dan gaan we nu naar het voorstel als zodanig. Bijstelling noten, reserves en voorzieningen. Gegeven het besluit, gegeven het amendement wat juist net is besloten, voorstel is vast te stellen de bijstelling nota, reserves en voorzieningen. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u ook allemaal. Dan is dat besluit genomen. Dank u wel. En dan ga ik naar agenda punt 10, optimalisatie, planning en controlecyclus. In het presidium is eind juni 2017 naar aanleiding van de evaluatie van de behandeling van de perspectiefnota gesproken over het geheel van de documenten in de planning- en controlecyclus en specifiek over bestuursrapportages. En daarover is een notitie opgesteld en die is besproken in de raadswerkgroep planning en controle. En die notitie is hier nu aan de orde. Twee ronden. Eventuele vragen eerst. Zijn er nog vragen of is het goed voorbereid? Dat heeft u dan waarschijnlijk zelf gedaan. Opinierende ronde. Ik heb u niet zien zitten bij de bespreking. Nee. Opinierende ronde? Nee? Hamerstuk gewoon? Ja? Maak hem in beeld. 10. Optimalisatie, planning en controlecyclus. Voorstellen is in te stemmen met de verbetervoorstellen zoals omschreven in de notitie planning en controle. Wie gaat ermee akkoord? Doet u allemaal? Is die met de algemene stemmen aangenomen? Dank u wel. En dan ga ik naar de overige agendapunt. 11. Vaststellen van de besluitenlijsten. Het gaat om 3 besluitenlijsten. 4 zie ik zelfs. 6 en 9 november, dat was 1 raad, namelijk de begroting. 27 november en 30 november. Gaat u daar allemaal mee akkoord? Mag ze in één keer, ja? Dan zijn ze allemaal vastgesteld. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Openbare lijst van ingekomen stukken. En bij mij staat er weer optimistisch, geen bijzonderheden. Ik ben altijd benieuwd of u daar ook zo over denkt. Ja, ook? Mag ik naar de lijst van mededelingen? Ook daar geen bijzonderheden? Jawel. Wel? En meneer Lochtenberg. Kleintje. In die lijst van mededelingen is namelijk een verslag opgenomen van het belevingsonderzoek drugsgebruik. Daar komt wat ons betreft toch nogal wat uit. Met name behoorlijke tekortkomingen in de bekendheid van het gemeentelijk voorlichtingsprogramma. Behoorlijke onbekendheid met de route waar je naartoe moet als je een vraag hebt over drugs. Dat gekoppeld aan de opmerkingen die de jongeren maakten tijdens het laatste jongerendebat door de gemeente mede georganiseerd in Nieuw-Leuzen. Waar ook nogal wat zorg uitgesproken werd over de openbare handel in drugs. Doet ons vragen om dit rapport in de raad te behandelen. Of voor te leggen aan deze raad in ieder geval. Dank u wel. Ja, weet u, dan leggen we dat voor aan de agendacommissie, want dan moeten we ook nadenken over hoe we dat gaan behandelen en zo en dat soort dingen. En of er echt een hele behandeling moet zijn, of dat het dan. Nee, moet even kijken.
Vindt u het goed dat we dat gewoon aan de wijsheid van de agendacommissie overlaten? En u wordt geïnformeerd over het oordeel van de agendacommissie op dit punt. Oké, nee, prima, zo doen we het. Moeten we even over nadenken. Want het is nu een rapport, weet u, en dan de vraag is dan hoe we het willen bespreken en wat voor verwachtingen erbij zijn. Daar moeten we nu niet inhoudelijk op ingaan. Oké. Dan ga ik B, bekrachtiging geheimhouding. Het gaat hier om de bekrachtiging van de geheimhouding. Voor een periode tot 1 januari 2028, artikel 25 tweede lid en artikel 86 tweede lid gemeentewet. Wij leven en welzijn, maar het geldt niet alleen maar voor u, maar ook voor uw rechtsopvolgers. Het is natuurlijk een geheim onderwerp, dus als u hierover wil spreken inhoudelijk, dan moet dat in de beslotenheid, dat begrijpt u. Meneer Nijkamp. Ik zou er toch wel graag een paar vragen over willen stellen. Nou, dat kan niet. Dus dan gaan we dadelijk de vergadering schorsen. Mag dat? Mag dat. Alsjeblieft, het onderwerp wordt hier aangeboden ter bespreking. Mijn laatste agendapunt was de sluiting, maar dat doe ik dus dan niet. Dan schors ik even de vergadering, dat doe ik hiermee. En dan verzoek ik de volhouders om het pand te verlaten en zetten wij de boel stop en om naar geheime stand. Schorsing voor een enkele minuut, verzoek om in de ruimte te blijven.